Ik hou wel van nieuwe dingen te experimenteren. En dat heb ik nu gedaan met deze podcast. Ik heb Jan Vermeijden gevraagd. Dat is de man die eigenlijk wereldberoemd geworden is met LinkedIn-trainingen toen het nog eigenlijk redelijk onbekend was. En nu vandaag brengt hij zijn Soul Business Roadmap die hij deelt met ons. Heel specifiek voor trainers, consultants en coaches die hij helpt om meer te kunnen verkopen. En ik vraag hem letterlijk de kleren van het lijf. Hij legt eigenlijk Hans zijn model uit. Dus voor de mensen die kunnen kijken visueel op YouTube, zie je letterlijk de presentatie die hij gebruikt ter ondersteuning van ons boeiend gesprek. 2 uur vloeibaar goud met Jan Vermeijden. Enjoy. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ze noemden letterlijk die term een creatieve generalist of multigeneralist. Ja. Denk ik ken alleen kennen allee, door de boek van Muriel Marie. Alleen, ze heeft die term niet uitgevonden. Bestaat blijkbaar al jaren, was Sylvie erom. Mm-hmm. En dan ik weet niet. Ik geloof, het is te zwart-wit, maar ik geloof niet dat mensen, de meeste mensen, denk ik, meerdere dingen in zich hebben. Mm-hmm. Dus kijk naar jou, kijk, je hebt het LinkedIn-verhaal, je hebt dan die boek geschreven over Life is a Journey, je hebt dan hetgeen dat je doet met Soul Business, je hebt dan hetgeen wat je doet, waar we vandaag dieper gaan op ingaan, het sales-acceleratie-model, zou ik het maar noemen, voor kleine softwarebedrijven, trainers en coaches. En ik denk, ik denk waarschijnlijk dat het mij niet zou aantrekken, moest je die andere dingen, je opstelling dat je doet, je Soul Business, moest je die niet aan hebben? Mm-hmm. Ik weet het niet, dat zou ik je misschien gladde Jan noemen. Omdat ik zo denk, ja. Nee, zeker mensen mij in het verleden zo hebben gepercipieerd. Dat er dat deel in mij dat dacht dat het allemaal rationeel moest zijn en dat enkel de manier was om geld te verdienen en zo. Ja, dat heb ik ook gedaan, hè. Dus ik begrijp dat sommige mensen er in het verleden zeker op hebben afgehakt. En ik ben blij van mezelf, dat ik ook andere delen in mezelf heb ontdekt en ontwikkeld verder. Hè. Maar het is nog altijd met de businesskans dat je naar buiten komt. Is dat dan omdat je bang bent, of is dat gewoon omdat er al meer geld te verdienen is? Wat er niks verkeerd mee is, trouwens. Nee. Omdat dat zo gelopen is, eigenlijk meer. En misschien verandert dat nog in de toekomst, maar ja, ik heb in mijn vorig bedrijf, networking coach, ja, daar ben ik dan in beperkte mate wat gekend mee geworden. Met de LinkedIn, hè? Vooral met LinkedIn-verhaal. Mijn boekhouder really use LinkedIn. En dan ook als eerste bedrijf ter wereld trainingpartner van LinkedIn geworden. En die zeg ik nog altijd fier ben. Dat is heel lang leidend geweest. Dus het is nog altijd een beetje dat, ja, ik heb er veel ervaringen op gedaan. Ook een netwerken opgebouwd. Dus dat is nog zo verder gegaan. Maar of dat binnen 10 jaar nog zo is, I don't know. Misschien ligt dat meer een nadruk op soul en minder op business. Terwijl dat nu het meer dan elke business ligt en iets minder op soul. Maar goed, het leven, wat dat brengt, we zullen het zien. Maar het is niet dat je zo'n 5 jaar een plan hebt en dat je zo zegt van, en hoe moet ik dat dan voorstellen, 2023 begint. Heb je dan zo'n soort vision plan of heb je zoiets van, dat zijn de 3 dingen dat ik doe, de soul, de business en de opstelling bijvoorbeeld. Allee, de soul en de opstelling zit eigenlijk aan elkaar. Pak de soul en de business en dat zijn de 2 dingen en that's it, of je moet zoveel omzet al met dat, je moet zoveel omzet met dat, of... Nee, ik heb dat meer en meer losgelaten. Omdat je daar stress van kreeg, of? Omdat dat voor mij een beetje te veel in het rationele stuk, een beetje meer vastzitten of zo. Niet genoeg wat de stroom van het leven aanbiedt en niet genoeg daar mee kunnen omgaan. Dat is het probleem dat we nu hebben, hè? met watertekort. Om het even een beetje te chargeren, maar langs links en rechts, over België. Daar rond, wat is er gebeurd? Ik weet niet wanneer, jaren 70 of zo? Ik heb geen idee wanneer.
hebben ze gedaan? Ze hebben de waterlopen rechtgetrokken om sneller te kunnen varen, het water sneller te kunnen. Maar dat is net niet de natuurlijke loop van water. En wat gebeurt er als er het heel lang droog is geweest, het regent, de bodem pakt dat niet op, het water zoekt... De makkelijkste weg. De makkelijkste weg. En wat is dat? Terug het kronkelende en ja, alles wat er menselijk ja, geïngineerd is geweest, dat valt er eigenlijk zo tegen. Dus, allee, ik vind dat wel een goede metafoor. om wel ja, eerder mee het leven te gaan en daarin dingen te creëren dan het te willen beheersen. Ik denk dat we daar een beetje, als zeker als westerse maatschappij, zijn in doorgeschoten. Ik vind dat heel interessant dat je vertelt, want dat proberen beheersen, dat noemt voor mij controle op. En controle is dan weer zo je angst. Wat dat niet zegt dat je een target of een doelstelling mag hebben, hè. Mm-hmm. Maar ik denk, proberen te hard erin na te jagen, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat je dat niet in de hier en nu kan zijn, en los van het spirituele, maar dat je ook gewoon, het is actie in het hier en nu dat je wel neemt. Het is wat je nu doet, die gaat bepalen of dat je... Mm-hmm. En ja, ik weet niet. Maar volgend jaar kom je ook langs het hier. En het is een marathon dat je loopt. Het is niet omdat je een keer die doelstelling dat je gehaald hebt, dat gedaan is. Het is de tellers op nul. En mm-hmm. Dus die stroom, die cyclus, die start bij wijze van spreken heel de tijd opnieuw. En ik weet niet. En voor mezelf, het klinkt heel raar, maar als ik afstand neem... Detach from the outcome, noemen we dat dan. Mm-hmm. Ja, voor mij werd dat heel goed. Dat is zo, ik weet niet. Ze noemen het ook dat is de zin en de kunst van het boogschieten, waarbij dat de monnik niet naar het doel kijkt, maar... Mm-hmm. En ja. Ja, ik weet dat heel filosofisch klinkt, maar... Het mag ook geen excuus zijn om niet ergens een doel te zijn, maar je wilt ergens naartoe richten, natuurlijk. Richting, een soort Noordpool noem ik dat dan. Ja. Dat is zo. Ja, maar de Noordpool is zo, de Noordstar, ja. De Noordstar, het is dat ik bedoel, de Noordstar. En voor mij werd dat eigenlijk beter. Ja, omdat voor mij ook wel. Bon. Nu, Jan, is dit voor de tweede keer eigenlijk al? De eerste keer was virtueel, deze keer fysiek. Yes. Altijd leuk om je fysiek op te nemen. Kwaliteit is sowieso beter. En alles is energie, dus ja. Dus, want wij hadden elkaar nog nooit in the real life. Jawel. Maar ik had één keer gezien, denk 20, 30 jaar geleden, op een netwerkevent in Gent. We hebben elkaar niet meer zo... Allee, zo op dat soort bijeenkomst, allee, zo vluchtig gezien ofzo. Ik herinner me al sinds één keer. Ja, ja. Eén keer echt... Mijn ervaring meer, maar ik kan ook niet meer zeggen wanneer juist. Maar ik herinner me nog één, die ervaring, ja, ik weet het nog heel goed... was 5, 26 of zo, dus dat is echt 20 jaar geleden. En dat was in Gent, dat was niet ver van het Sint-Pietersplein, waar nu die grote parking onder de grond is. En dat was een netwerkevent. En ik heb dat al niet netwerk. Dat voelde, ja, ik kende dat niet. En er was een toenmalige klant, ik weet zelfs nog dat dat Stefan was, die mee was. En ik heb nu wel geen contact meer met hem, maar een hele fijne, dat was fijne herinnering aan die kerel. En ik denk zelfs dat was in mijn... Was in mijn tweede of een derde job was dat. Was bij Dedicated ICT was dat. En ja, en ik weet, hij kwam op me toe en we stonden met twee en hij kwam zo gewoon, hey, ik ben Jan, heb dat kaartje. En dat was voor mij zo heel, ja, dat is, nu vind ik dat, zo hoort het. Maar voor de meeste mensen die niet mee, want dat netwerk is, voelt dat heel zo intrusive, zo, was dat zo. Ah, zo werkt dat. Ah, dat is, omdat dat nu eenmaal deel is van netwerken, dat je bent dat, voor nieuwe mensen te leren kennen. Maar ik was dat gewoon niet gewend. Echt totaal niet, dus ik wist niet wat dat was. Dus daarin me nog. Ja. Ik kan me al niet meer voorstellen dat ik dat op die manier heb gedaan. Dus op een zachte manier, hè? Ja, wel zo dan een gezicht met kaartje direct, want dat is niet direct mijn stijl. Maar hoe, misschien toen ook wel, want twintig jaar geleden. Hij babbelde en achteraf gaf je kaartje. Dat was niet zo, hier is mijn kaartje, nee. Dat is niet, hè. Ik wou juist, dat was wat nee. Die werden in de trainingen, want dat gaven dan netwerktrainingen toch niet idee. Dus ik dacht dan, oei, lijkt mij vreemd, omdat ik dat ook gewoon niet zo doe. Maar dat was eigenlijk niet wat je wou zeggen. Wat ik eigenlijk wou zeggen, is dat je opent het gesprek. Ja. Van mij was het zo, ah ja, oké, okay. Dat is een vreemdeling die opent het gesprek. Maar nu vind ik dat de normaalste zaak, ja. Maar toen niet. Ja, en ik heb daar veel in moeten leren ook toen. Zo, ja, ik ben eerder introvert dan extravert. En dan zo, netwerkbijeenkomsten was zeker toen, nou,
hoe doe ik dat dan? En eigenlijk, een van de dingen die eruit is gerold, dat ik dat zelf niet wist hoe dat moest doen, is er dus een bedrijf het gerold. Omdat ik dat zelf heb onderzocht, hoe zitten dan elkaar, wat je doet mensen. Zo typisch, de elevator pitch. Maar dan wordt dat dan gezegd, ja, je moet op 30 seconden nu kunnen voorstellen in de lift. En dan moet iemand je ding kopen. En dan zag ik iedereen dat doen, of proberen op network events, en dan zeker in Vlaanderen, iedereen zo, interessant, interessant. En je zag ze denken van, oh, kan ik er zo snel mogelijk weg? Maar zelf deden ze het dan ook. En dan denk ik, oh, wat voor een mismatch in een krampachtigheid zit er eigenlijk allemaal in. Dus ja, ik heb dan een andere manier van sticky stories, heb ik dat dan genoemd en zo. Mm. Maar ja, zwart. Dat is, nu spreek ik al over 20 jaar geleden, hè. Ja. Dat bedrijf heb ik ondertussen verkocht een aantal jaar geleden, dus dat is niet meer de core, focus. De core. Ja. Als mijn klanten dan ook vragen, dan geef ik je natuurlijk nog wel wat tips. Nu, jouw klanten nu, voor de business stuk, dat is effectief coaches, de trainingsbedrijven en kleine softwarebedrijven, dat is juist, hè? Ja, de software heb ik wel links en rechts, hebben we wel mijn klant, maar het zijn vooral trainers, coach en consultants. Ja, coach en consultants. Ja. Consultants zijn dus echt letterlijk freelancers. Zowel één man als kleine bedrijven tot een man of 20. Ah ja, interessant. Ja. En wat lopen die het meeste tegenaan volgens jou? Is dat dan nieuwe... Als je pakt nu consultants, dan denk ik van ja, die zitten op een project. Maar ze hebben dus geen tijd om nieuwe klanten te gaan zoeken of te gaan netwerken als die assignment afgelopen is. Ja, en dan denk ik er vanaf wat voor soort consultancy dat je doet. Hè. Je hebt mensen die 6 maanden of zo op een project zitten, maar je hebt ook die, laten we maar kortstondig bij hun klanten... Ja, een paar dagen. Ja. Ja. Zo voor degene die zo 1-2 opdrachten op een jaar hebben en eigenlijk meer interim management doen, dat zijn die komen niet zo bij ons. Het zijn eerder de anderen die zeggen, oké, goed, we hebben... Allee, vaak van ik heb hier iets te vertellen. En ik ben er eigenlijk goed in. Ik durf dat niet zo te zeggen, maar... Hè. Ik word niet gezien. Dat is eigenlijk een van de belangrijke dingen. Mijn expertise, mijn kennis, mijn ervaring, die wordt niet gezien door klanten. Hè. Ik kan dan bij klanten praten, offert uitbrengen, maar ze kiezen dan voor anderen die dan veel minder kennis en ervaring hebben, maar die het beter kunnen uitleggen. Er zijn nog veel meer dingen, maar dat is wel zo'n typische. Je zegt daar wel iets interessants. Ja, ik ben er goed in, maar ik durf het niet zeggen. Ja. Is dat nog iets dat echt heerst? Ik heb België, Vlaanderen, dat echt zo, ik ben dat goed in, maar ik durf het niet zeggen. En is dat ook deel van het probleem? Ja, je durft niet zeggen dat ik er goed in ben. Ja, dat bedoel ik. Dat je weet dat je goed zit erin, maar je durft het niet zeggen. Ja. Want dat is een beetje... Stoeven, dikke nek. Je hoort dat ik van Antwerpen kom, dus dat woord is mij niet vreemd. En ook... De meeste trainers, coaches en consultants die ik ken, die willen met de inhoud bezig zijn. Die willen, die willen dat werk doen, want die klanten die willen voor die impact, voor die diepere transformatie. Maar daar komen ze vaak niet toe, omdat ze niet voor uitgenodigd worden. En ze zeggen, ik moet mij meer laten zien. En dan denken ze, nu moet ik meer... En dan zo typische vragen, moet ik dan meer posten op LinkedIn of Facebook of Instagram? En op welk is het juiste moment om te posten? En dan denk ik, maar daar ga je het niet over. Dat zijn maar kleine stukjes aan de oppervlakte. Daar gaat het verschil niet gemaakt worden. Maar je hebt dan eigenlijk een model gecreëerd, hè? De Soul Business Roadmap. Ja. Werd dat dan echt voor elke trainer, coach, consultant? Voor die sectoren sowieso, voor softwarebedrijven ook. Okay, maar niet voor... Niet beweren dat dat voor andere sectoren geldt. Maar hen wel. Ja. En de reden is... er zit een model in, er zitten stappen in, maar die zijn ook flexibel. Dus die worden aangepast aan elke situatie, elk bedrijf. Hè. Dus elk consulting, training of coachingsbedrijf is weer wat anders. Dus het model laat genoeg flexibiliteit om dat aan te passen. En als er zo'n coach bij jou komt en die zegt, ik doe nu 5k per maand, ik noem nu maar een getal... Vraag je het dan van, wil je naar 10k of 20k of 50k in de maand gaan? En
je past dat model dan toe, of ben ik het nu te simplistisch? Dat kan, hè, dat die vraag kan komen, en dan werken we met hetgeen dat die persoon of dat bedrijf wil. Maar wat meest over gaat, is dat ik zie dat eigenlijk het verlangen is om meer impact te hebben. En van, ja, hoe kan ik meer impact, hoe kan ik dieper, hoe kan ik grotere projecten gaan doen? Hmm. Ja? Dus wat het duidelijk ook is in plaats van meer klanten, minder klanten. Maar grote projecten voor die klanten. Dus meer omzet draaien met minder klanten. Ja. Of dezelfde of meer, omzet draaien en meer vrije tijd hebben. Of, dat kan ook, hè. Dat wil dan zeggen dat je meer charge per klant. Ja. En minder uren. Ja. Oké. Okay. Daarvoor heb je iets nodig. Daarvoor wat er... Wat er heel goed bij helpt. Van mij, ik wil niks vastzetten. Ik wil niet beperkende dingen. Wat er goed bij helpt, is een eigen model te hebben. Hmm. En dat is een van de hoekstenen van de aanpak, van de roadmap. Maar dat, ben jij dan een modellenmens? Is dat dan... Want, ik weet niet of ik een modellenmens ben, maar ik weet gewoon dat heel veel mensen dat graag hebben, die modellen. En hoe ben je daartoe gekomen? Is dat iets dat, ik vermoed, je doet dat nu 10 jaar, 15 jaar, dat is iets dat je trial, fail aanpast? Ah ja, absoluut. Op zich is eigenlijk het huidige model is eigenlijk gekomen in de eerste lockdown in de coronaperiode. Toen nog redelijk jong. Voor het huidige model, ja. En dat is omdat dat door heel die bazaar die gebeurd is, dat dat model ter discussie stond? Nee, omdat ik andere vragen kreeg, enerzijds. En anderzijds dat andere merk, de Compassionate Leader, waar ik nog samen met een team bij grotere bedrijven zat, dat allemaal on hold werd geplaatst. Door het corona-verhaal, dat ze ja. Okay, even hold, we weten niet wat er gaat gebeuren en ja. Zo, en, ja. Hè, zoals bij ja. Velen. En dus dat was één stuk. En het andere stuk, dat de vragen meer kwamen van, oké, wat kunnen we nu doen? En dan ben ik echt even afstand gaan nemen. En ik dacht, oké, als je training, coaching of consulting bedrijf hebt en je wilt grotere projecten aantrekken, minder klanten, wat heb je nodig? Hm. Wat is het minimum dat je nodig hebt? En niet meer dan dat. Nee, een van de elementen, LinkedIn, mijn achtergrond via LinkedIn, er zit een stukje van in. Maar echt maar het minimum wat nodig is. Als jij dat niet genoeg return on investment heeft, dat is eraf. Dus ik laat zeggen, dus ik doe minder met LinkedIn dan vroeger. Ja, want het is, ik ging net zeggen, het is niet dat je nu zo heel aanwezig zit op LinkedIn. Of oh, zelf? Kijkt, oh, ja. Nee. Want dat is ook niet per se. Een van de dingen is dat... Voor mij een van de grote mythes, misverstanden, is dat je heel zichtbaar moet zijn op social media. Consulting, training en coaching bedrijven die grotere projecten voor minder klanten willen doen. Hè? Dus voor die situatie. Ja. Wat is het probleem meestal, is dat we allemaal, alle bedrijven, zitten in één richting, één massa-marketing richting. Ja. En we volgen allemaal dezelfde stramine. Ja. En dat klopt niet. omdat je uiteindelijk je omzet haalt van een beperkt aantal klanten. Ja, wat is het probleem in massamarketing? Eenheid zorgt voor een hele groep mensen. Ja, en dat is transactioneel. En het is ene zender en veel ontvangers. En als je, laat zeggen, een krant verkoopt of een frisdrank verkoopt... Je kunt niet anders, want je kunt niet in een gesprek gaan met iemand, wil jij eens proeven en dergelijke, want dan is je marge al weg. Ja? Maar als je grote projecten doet, van duizenden, tienduizenden, misschien honderdduizenden euro's per project, dan heb je tijd om relaties op te bouwen. Ja. Ja? En dan kun je die één op één meer gaan doen. En dat is een van de moeilijkste dingen eigenlijk met mijn klanten, dat ik die heel veel moet zeggen, we zijn niet massa-marketing aan het doen. Hoeveel, en ik moet mezelf ook er af en toe, hè, dus ik kan niet zeggen dat ik daar zoveel beter in ben, maar echt zo van hoe dat in ieder van onze hersenen zit ingebed, zo van, je moet voor veel mensen zichtbaar zijn, je moet
in social media. Of, zijn er of, ook heel veel die daar reclame rondmaken, dat je inderdaad zo visibel moet zijn, video's maken, ja. reels, ja. et cetera, et cetera. Ja. En in sommige gevallen terug, hè, voor als je een massaproduct verkoopt, dan klopt die traditionele manier. Maar als je maar een paar klanten nodig hebt per jaar als bedrijf, dan kun je die allemaal anders aanpakken. En is dat dan, die social media, is dat dan een van die gebieden waar dat dan de coaches, trainers de bal mislaan? Is dat dan een van die vier gebieden? Voor mij is dat, ja, alleen in de zin van dat ze denken, ik moet heel veel posten. Ja. Ja, maar dat werkt niet. Ze zijn vaak gefrustreerd omdat ze iets posten, er komt geen reactie op, bijna geen views. Ook omdat ze de algoritmes niet kennen. Maar goed, de algoritmes zijn niet in favor van kleinere bedrijven en van zelfstandigen. Dat is nog een reden om energie, tijd, geld in andere dingen te stoppen. Ja. En wat is dan nog de andere valkuil? Ik vermoed sales waarschijnlijk, dat ze niet sales skills hebben of niet gaan netwerken. Is dat dan nog een van de andere? Eigenlijk heb je niet veel sales skills nodig in mijn aanpak. Als je gefocust... Jan, heel eerlijk, bedoel zelfs hetgeen wat ik doe, denk ik zelfs niet dat je veel skills nodig hebt. Moet je opletten wat ik zeg, hè? Wat ik eigenlijk wil zeggen is, als je kwalificatie goed doet, en je creëert heel veel waarde, dan moet je eigenlijk niet leren om te closen. Omdat de meest grote, iedereen denkt, closen en mm-hmm. en overtuigen. Closen en overtuigen is de grootste bullshit dat er bestaat. Want dat bestaat niet, kun je dat niet? Dus dingen closen zichzelf. Mensen overtuigen zichzelf. Mm-hmm. Je hebt er alleen een deel toe gefaciliteerd. Ja. Ja, ik kan alleen maar ja zeggen, want daar gaat het ook over. In, verbinden en luisteren. In het model dat ik heb gemaakt. Hè. Allee. Zitten we wel op dezelfde golflengte, Peter. Maar het waren er vier, hè. Dus het de communicatie, het dan de sales. Wat heb je nog? De vier gebieden waar die bedrijven het verkeerd slaan. Een heel belangrijke, waar ik weinig bedrijven hoe ze doen. Ik heb het zelf ook nog niet zo heel lang geleden, ook nog maar 2 jaar geleden of zo, dat ik er echt snapte, van iemand anders geleerd, kijken er klanten naar het... klant zit op een spectrum. En om te spelen, gitaar spelen, maar je hebt laten van beginners tot super gevorderde. Dat is een plectrum trouwens. Ja, trouwens. Oh ja, sorry. Dat is niet erg. Je ziet hoeveel ik met muziek, gitaar bezig ben. Dus mensen zitten op een spectrum. Mm-hmm. En je hebt beginners, je hebt dan mensen die er al iets meer van kennen, wat gevorderde, en dan zo echt zo de top die nog maar juist de details nodig heeft. Maar die details. Het gaat dan juist over belangrijke schakels. Dan hebben we dus eigenlijk het probleem dat de meeste bedrijven, en nu gooi ik het helemaal open, ik zie alle bedrijven dat ongeveer doen, is dat ze focussen op de beginners. Ah, oké. Okay. En ze geven basistips. Ze geven basistips. Ik dacht dat het eigenlijk het omgekeerde was. Nee. Het omgekeerde is wat je zou moeten doen. Maar de meesten zeggen, geven basistips op social media, in newsletters, mails en dergelijke. Een van de redenen is van, daar moet je mee beginnen. Als je dat niet hebt, kun je niet verder. Maar ook een angst om meer waardevolle kennis weg te geven. Ja, dat is zo een heel gekende. Zo die typische, ik kan al mijn kennis weggeven, ze kennen het dan zelf, ze gaan het dan niet meer kopen bij mij. Terwijl, ik ben eerder de man van, geef het maar bij wijze van spreken allemaal weg. Ja, ik bedoel, je kunt ook naar de fitness gaan en daar leren hoe je een plank moet zetten, met je lijf. Mm-hmm. Maar, en nog altijd die... hoe noemt dat? Die... hoe is die rol? Dat is eigenlijk een rol waarbij dat je... accountability partner. Dat was het woord dat ik zag. Ja, bijvoorbeeld. Of gewoon van, het is mijn ding niet, doe dit voor mij alsjeblieft. Ik bedoel, ook al weet ik dat ik het moet doen, maar... Ja, bij ons is dat hetzelfde, hè? Want het model, zo te bieden, zal ik wat meer over uitleggen. Ik heb dat
dus die roadmap, ik heb die beschreven, uitleg erover gegeven, een e-book dat mensen van de website gratis kunnen downloaden. Dus dezelfde vragen, van ja, gaan mensen dan wel klant worden? Sommigen niet, sommigen wel. En diegene, waarom worden dan bijvoorbeeld klant? Omdat ze zeggen, ja, ik wil een accountability partner. Ik wil ook een sparring partner, want er zitten dingen in, voor als je dat allemaal alleen moet bedenken, of met ons team. Wij zitten te diep in onze eigen business. Ja. We hebben dat outside perspective niet meer, dus we hebben dat nodig. We hebben iemand nodig die alle tools kent en dat wij niet door die leercurves moeten gaan. Dus dat we eigenlijk dat heel snel kunnen gerealiseerd krijgen. En dat is de rol die wij spelen. Heb je een idee van hoeveel van je downloads van die e-book effectief klant worden bij je? Is dat 20%? Is dat 30%? Oh, nee. Ik weet niet hoeveel is dat. 5% of zo? Ja. Maar ja, ik bedoel, ze downloaden hem dan. Maar ja, ze komt dan niet nu. Dat kunnen zij misschien binnen een jaar, oh ja, of ze vertellen het verder. Maar ik kijk ook niet, ik zie dat... Is dat niet mee bezig met die analytics? Nee, en ik ben ook niet zo hard met die conversie bezig. Voor mij gaat het meer over relatie opbouwen. Oké. Okay. Want dat is een van de dingen die ik heb geleerd van mijn networking coach al, dat mensen, als ze zeggen, oh, dat is interessant, en dat ze over, spontaan binnen verder vertellen. Ja, dat is... En daar gaat het dan ook nou, over. Het is, als hij in de rol wegvalt en uiteindelijk Jan en Peter wordt, bijvoorbeeld. Ja, zelfs gewoon als ze zeggen, oké, ik vind dit heel waardevol. Ik heb dat echt met mijn networking coach, dus mijn vorige bedrijf, dat ervaren. Dat er in een meeting in een groot bedrijf zat. En soms stelde die vraag, soms niet. Van ja, hoe zijn jullie eigenlijk bij ons terecht te komen? 7 jaar geleden heeft iemand deze mail doorgestuurd. Ik heb het altijd bijgehouden. Omdat hij zo dat interessant vond. Ook iemand die geen klant was geworden. Hè? Die gewoon in de, dat was een e-course toen. Dat ze gewoon via e-mail gratis konden krijgen. Ja. En op die manier... Dus het moeilijkste is van die dingen dat je dat niet onder controle hebt. Hè? Je weet niet waar dat die dingen naartoe gaan en op welke manier dat gaat komen. Nu zijn we eigenlijk ja, maar ik vind het wel interessant omdat we bezig waren over die vier delen. Dus, dat was de bal mislaan, het die mascommunicatie dus had. Ja, we gingen over het spectrum van de klant. Dus wat de meeste fout doen, is geven basistips. Ja, ja. En zit dat dan ook bijvoorbeeld in een e-book of in een video of zo. En dan gaan mensen, potentiële klanten, gaan het dan lezen en zeggen, ja, maar deze tips, als ik even Google op LinkedIn, op Google search doe, op diezelfde term, dat is gewoon de eerste 10 artikeltjes die ik hier vind, basis. Die ik al heb gelezen. Oh, ik heb hier een half uur van een tijd verloren en ik krijg eigenlijk een slechte naam. en dan haak je mensen eigenlijk af. Dus soms werkt het creëren van content tegen u. En wat ik eigenlijk niet genoeg van bewust was, maar nu wel. Dus dat ik dan 2 jaar geleden, op dat spectrum van die klanten, als je schrijft voor de beginners, al diegenen die erna komen, die voelen zich niet aangesproken. Dus als je schrijft voor de gevorderden, dan gaan de topklanten zich niet aangesproken voelen. De beginners wel. Die zeggen, oh ja, dat is interessant. Ik heb dat nu nog niet meer, ik kan er naartoe. Dus wat eigenlijk... wat ik met mijn klanten doe, is zeggen, schrijf voor de topklanten. Want die voelen zich aangesproken, maar al diegenen die er nog voor zitten in hun proces, die zeggen, ah ja, op een dag kan ik dat nodig hebben. Of, ik voel mij nu al aangesproken, oké, wat moet ik doen om daar te geraken? Ah. Ja. En dat is een heel belangrijke. Maar dat betekent ook dat je wel niet moet bezig zijn, want de meeste trainers, coaches, consultants, die zijn bezig met een topic. En dat is maar een stukje. En dat is een derde element waar dat ze vaak tegenaan lopen, is dat ze zijn gefocust op hun topic en omdat ze er vol aan zijn. Ze hebben dat zelf een keer heel ervaren. Maar dat is dan hetgeen dat ik dan denk, ze zijn er zodanig over bezeten, passioneerd, dat ze bijna een professor zijn en ja... Dat ze daardoor een stuk de connectie verliezen. Ja, dat is ons... Ja, diegenen die echt meer het professorengedrag vertonen, die missen de connectie. Of dat ze zelfs daardoor de waarde die meer kunnen vertalen voor hun klant of prospect. Ja, wat we dus doen met onze klanten is gaan kijken van... Wat is dan nu eigenlijk het probleem van uw klant? Wat is het hele probleem van uw klant?
en daar een oplossing voor voorzien. En dat betekent groter dan uw huidige topic. Ik zal mij verduidelijken voor onszelf. Vroeger, mijn networking coach, ook topic gebaseerd. Netwerken, LinkedIn en referrals. Dat waren onze drie topics. We werden gevraagd, we hebben voor meer dan 500 organisaties over heel de wereld gewerkt. Grote bedrijven, kleinere. En we werden gezien als expert. Oh ja, kom een keer in een workshop, een dag over netwerken. Ah, een dag over LinkedIn. En we altijd korte opdrachten. En al gezien dat we zo gespecialiseerd waren, en met de boeken die ik heb geschreven, wel wat visibiliteit en autoriteit. Dus dat was een goede business. Alleen was mijn probleem dat ik altijd hetzelfde vertelde en na de honderdste keer, dan vond ik zelf wat beter worden. Dat zal wel. Dus dat was een stuk dat tegenaan liep. En dat zie ik ook een aantal van onze klanten tegenaan lopen. Dus wat ik nu heb gedaan, dus met het huidige model, dus heb ik gezegd, in het begin van COVID, met die lockdown, achteruit, wat is nu wat die coaches, trainers, consultants nodig hebben om grotere projecten voor topklanten aan te trekken? Heel het plaatje. Niet van, ah ja, je moet een goede LinkedIn-profiel hebben. Dat is onderdeel, maar het is niet enkel dat. Wat heb je nog allemaal nodig? Dus de whole picture. En wat is dan het vierde? En het vierde, ik moet even nadenken. Beperkende overtuigingen. Beperkende overtuigingen, blokkades, schaduwkanten. Ja, blinde vlekken. Ja, dus een van de dingen die ik u wel eens in podcast, in uw podcast heb vernoemen, imposter syndrome. En denken van, dat is iets wat ik vroeger complete zever vond. Mm-hmm. Heel die belemmerende overtuigingen en mindset en al van die toestand, tot ik echt ontdekt heb dat het echt alleen. Je kunt al de rest goed met techniek en al wat je wilt, maar je dat verkeerd hebt, dan gaat de rest een enorme struggle zijn. Ja. En je beseft niet eens dat je zelf in je eigen weg staat. Ja. En het zit hem in elke dag opnieuw durven aan die vraag te stellen. Ik heb er nog altijd een bepaald ding, denk dat is wel een belemmerende overtuiging. Hè, Peter, maar hoort dat beter en beter. Ja. En je durft ook beter, je durft er ook brutaal eerlijk zijn naar jezelf, van dat was misschien wel een beetje... Maar je hebt ook gekozen voor dat pad, hè? Om daar naar te kijken. Ja, omdat dat... Hoe zou ik het zeggen? Ik weet al nog heel goed in dag hoe dat kwam. Nu ga ik echt wel volledig off-topic gaan. Ik was 38, ik werkte bij een softwarebedrijf. Een Japans, Canadees, Amerikaans, Canadees, Japans softwarebedrijf. En dat doen in het printerkot. Echt letterlijk in het printerkot. Er stond letterlijk op van... 80% is de mindset. Mm-hmm. En ik denk, allee, zever. Wie hangt er nu zo'n zever op in een printerkot? En ik ben ervan overtuigd dat iedereen die daar werkte, dat niemand daarmee bezig was. Mm-hmm. Maar echt niemand. Mm-hmm. Fantastische mensen wel. En tot op een bepaald moment dat ze zo'n assessment deden, een trainer die langskwam, om zo'n een training of een assessment te doen om je te verleiden met de beste sales van de wereld. Maar wat is dat? De beste sales van de wereld. Mm-hmm. Maar ja, ik geloof ik dat, hè. Dat is zo'n test waar je allerlei vraagjes moet invullen. Ja. En dat is een studie van de beste sales van de wereld. Maar dat bestaat dus niet, de beste sales van de wereld. En wat? In de action... En B2B, en softwareverkoop, en productverkoop, en volumeverkoop, en value... voor mij bestaat dat niet. Hè? Mm-hmm. Maar geloof dat. Maar het punt was dat ik kwam uit een situatie, uit een start-up. Mm-hmm. En ik had ervoor een aantal start-ups gedaan, omdat ik toevallig succesvol mee was. Maar ik was me totaal niet bewust wat ik eigenlijk aan het doen was. Ik deed eigenlijk gezegd maar iets. En toevallig was ik daarmee, veel deals en veel... Hij werd er ook voor gevraagd, maar ik had eigenlijk geen idee. Mm-hmm. En ik dacht van, ik wil me succesvol voelen, want ik voelde me niet zo goed. Dus ik had zoiets van, maar ik wil ook weer die 200% of 300% halen. En dat ging niet, in die start-up. Mm-hmm. En dat product was ook onverkoopbaar. Die founders zijn dan ook achteraf gezegd van, Peter, ja. Ben er nooit geen één van bijna verkocht. Dus de ene die hij verkocht, het zijn me allemaal weer kwijtgeraakt. En ik dacht dat dat aan mij lag, mijn ego... Ja. Dus ging ik naar een ander softwarebedrijf. Maar één reden, ik wil hier gewoon succesvol zijn. Ik wil me gewoon succesvol voelen als verkoper. Maar ik stond totaal niet achter dat product. Ik vond dat echt... Dat was echt
heel rationeel gekozen. Mm-hmm. Maar je er niet achter staat, dat je niet passioneel overtuigd zit van je product of dienst, doet dat dan niet. En ik voelde dat eigenlijk instant. Hè. En ik was ook heel rationeel en ik was zo aan die crossover aan het gaan naar emotionele, maar dat was nog, boef, ik bedoel, spiritueel en bewustzijn, dat was nog heel ver. En na die assessment zat ik samen met die trainers, die te later buiten gesmeten geweest zijn, heb ik gehoord. En die zei, ja, Peter, je staat daar en dit en dat. En die zei, ja, Peter, je hebt een mentale reset nodig. En toen klikte dat bij mij, dat was zo van, ja, eigenlijk, ik zat al derde jaar, en toen had ik zoiets van, ja, eigenlijk heb je dat 100% gelijk in. Ik heb een mentale reset nodig. Natuurlijk, met een toenmalige manager, en die zat daarbij, en ja, mental reset nodig, ja. En toen heb ik voor mezelf de klik gemaakt, I quit. Hmm. Want die mensen wisten natuurlijk niet. En toen heb ik gezegd van, kijk, alles wat ik nu zogenaamd kende rationeel, ga ik allemaal overboord gooien. Ik ga mezelf 9 maanden, 6 maanden de tijd geven. Experimenteerd. Had ik gaan overal gaan luisteren. Loopbaanbegeleiding. Echt van alles en nog wat gedaan. Mm-hmm. Toen in contact gekomen ook met het boek met Jan Bommeré en al. Dus ik ben dan echt, dat was zo, dat begon zo te shiften. Daar is dat begonnen. En toen met die prospecten heb ik alles omgekeerde gedaan. Ik weet het nog heel goed. Ik zat met die gasten van Smalsam, met Carrefour, met Telenet. En ik dacht, ik ga hier totaal geen enkele moeite doen om die klanten een deal te verkopen, maar ik ga hem gewoon helpen. Dat is tegen wat me gaan bezighouden. Wat kan ik hiermee doen en vragen stellen? En echt interesse tonen en mijn tijd nemen voor die mensen. Maar echt mijn tijd nemen. Echt. Meeting na meeting, eerst vragen stellen. Maar ja, maar wat doe je? Nee. Eerst vertel me waarom en waar, hoe zit het aan elkaar? En tijd nemen, zowel de trust er, alles. Tijd nemen. Ik heb een tijd. Ik kan me niet mijn bom nog het nu winnen of niet. En dan iemand, al die mega deals kwam binnen. Allemaal en ik zo. Ik heb nooit een deal gevraagd. Die klant zat mee. Peter, mag me het kopen? Maar kan je nog daar regelen? Kan je nog daar regelen? Ja, ik zou kunnen wel nog kunnen regelen. En al die deals kwamen binnen. Ik heb een ontslag gegeven. En zei hij, allee, wat doe je nu, zei mijn baas? Tja, ik zie ermee weg. En ik heb het gehad. Ik zei, het is niet voor mij. Ik zei, nee. En dat was effectief dat. Dat was die mental reset. En sindsdien was dat bij mij zo van, maar het is echt dat. De markt is zo groot ik dat je denkt dat ze is. De markt is zo klein ik dat je denkt dat ze is. Je product is zo goed of zo slecht ik dat je denkt dat ze is. En natuurlijk wel een bepaald minimum. Maar je natuurlijk denkt, een ander is beter. En een ander heeft betere features en dit en dat. Want dat typisch heel veel gebeurt, hè. Ja, in de softwarewereld, hè. Maar ja, daarnaast ook, hè. Terwijl ik denk van ja, nee, dat is echt die mentale reset. Alleen heb ik dat moeten doen door. Maar ik heb nu onlangs ook van een verkoper afscheid genomen die het zelf stond. Ik zei, het moet een mentale reset nemen. En heeft het zelf. Ik zei, had dat niet followen. Wel, Peter, dit en dat. We zijn een jaar verder. En hij zei, ja, gelijk. Ik zei, maar ik snap wat je meemaakt. Maar soms moet je een streep trekken, een harde streep, om jezelf te kunnen resetten. En heel belangrijk, hè, zorg dat je iets doet vanuit het hart. Passie, iets wat je gelooft. Dat is hoe dat ik voor sta. Als je dat niet gelooft, als je dat niet. Ja. Maar goed, we zijn nu zwaar afgedwaald. Maar goed, die belemmerende overtuiging. Dus, allee. Ja, en het belemmerende overtuigingen. En vaak zijn we ons er niet bewust van. Hè? Of de schaduwkanten die we niet kunnen zien, maar dat we. Ja. Overlevingsstrategieën of coping strategies, ja, hoe gaan we ermee om, ja. Onbewust hebben ontwikkeld. Ja. Dus dat is ook een belangrijk stukje. Om echt bij onze klanten dan die grotere projecten aan te trekken. Ik ga er altijd vanuit dat dat niet nodig gaat zijn, maar de tools zijn er wanneer dat het zich voordoet. Yes. Alright. Bon, vertel nu heel die Soul Business Roadmap. Take us with you. Ik ben heel benieuwd. Doe die wat visueel. Ja. Dus dit is even als eerste blik. Het zijn drie niveaus, drie stappen. Maar ik zal er één voor één door. En dat is wat overzichtelijker. Het zijn drie fases. Design, attract en reach out. Een eerste fase is, een eerste stap, is rediscover the soul of your business. Wil dat dan eigenlijk zeggen dat mensen te snel wel gaan?
Omdat hij, de meesten zijn al direct bij de reach-out. Ja. Hij is zoiets van, ho. Eerste keer de fundering goed zetten. Ja, en zeker, want de meeste... ik werk enkel met degenen die al ervaring hebben. Met hun bedrijf. Of in hun... Je bedoelt dat niet met starters uit? Ja, dus die van school komen, daar werk ik niet mee. Oké. Okay. Dus, niet dat ik dat niet wil, maar ik heb voor gekozen. Mijn grote toegevoegde waarde, met model ook ligt van degene die al een stukje ervaring hebben, die naar de next level willen gaan. En moet ik dat, hoe definieer je dan? Is het dan, je werkt al 5 jaar met je bedrijf, of je had een bepaald soort omzet? Of moet voor mij is dat, laat ik inderdaad 5 jaar, maar goed, dat is, de meeste zijn 10 of 15 jaar of zo, maar... het is niet degene die juist aan het school komen. Meestal zijn ze al een aantal jaar bezig met training, coaching of consultingbedrijf. Mm-hmm. Of zitten ze zijn ze al 45, 50 en zeggen ze, oké, ik heb zoveel ervaring in de sector, ik ga nu zelf starten. Ja, dat is, ja, dus typisch, ik heb wel de ervaring, maar ik moet nog die consulting of die coaching die overhang maken. Dat is ook sommige van onze klanten. De eerste is rediscover the soul of your business. Het is goed om een stap terug te nemen. Vaak zit ook in de waan van de dag. Eens even teruggaan. En laat zeggen, wat standaard is even terug. Wat is je missie, visie, purpose, waarde? De meeste hebben die al wel eens gemaakt, die oefening. Maar zo'n 5 of 10 jaar geleden. Checken, is dat nog altijd, klopt dat nog altijd nu? En wat je nog verder wilt doen? En voor sommigen gaat dieper. Het is echt... Oké, wat wil mijn ziel of wat wil de ziel van het bedrijf? Ja, en dan komen we er straks al even in het voorgesprek over gehad. Dan bijvoorbeeld opstellingen die we gebruiken. Om daar te gaan kijken naar wat in het onderbewuste van het bedrijf zit. Of het onderbewuste van mensen. Dus ik heb daar ook verschillende tools voor. Maar ook bijvoorbeeld als dat een bedrijf is bijvoorbeeld met 5 mensen, dat je die 5 mensen inzet om een opstelling te doen. Het is niet enkel de CEO. Dat hangt er vanaf, van hoe dat bedrijf gestructureerd is. Alleen dat is nu met 5 mensen niet veel gestructureerd is, maar als het 5 partners zijn, dan is het wel belangrijk. Als het, 1 eigenaar is, dan werken we enkel soms met de eigenaar. Mm-hmm. Een beetje afhankelijk van de situatie. En ook van wat het er dient. Wat wordt er waarvoor gebruikt? Vaak opstellingen. Meestal in zijn familieopstellingen, ja. Ook organisatieopstellingen. Op zich kun je alles opstellen. Gebruik het even om naast het rationele inzicht te krijgen. Wat speelt er nog? Dat wordt de onderstroom genoemd. Meestal is dat niet direct nodig. Maar soms dus wel. En dan gebruiken we het dan al. Soms... dat zijn allemaal tools die er beschikking zijn die in het proces, wanneer het er eens wordt vastgelopen, die we kunnen inzetten. Maar de grootste focus bij de huidige klant in ieder geval ligt op het businessstuk. Ja. Dus de rest van de stappen zijn meer op het praktische gericht. Maar hier kan het dus dieper gaan om kijken, wat is het verleden geweest en wat is de toekomst nog? Klopt het nog? Ja. En kan dat wel zijn dat dat voor jou zo in... gesprek is, dat het al duidelijk is dat dat goed zit? Mm-hmm. Of is dat iets dat je gemiddeld ziet dat maanden duurt? Zo, nee, meestal... Want kan wel inbeelden, de meeste zoiets zijn, Jan, ik wil zo snel mogelijk een 3. Ja, dat is zo. Dan de meeste willen zo snel mogelijk, denk je dat het goed zit. En ik challenge hem erop. En als dat oké is... Want de meeste hebben die oefening al eens gedaan. Dat zijn meestal bij trainers, coach en consultants en iets meer bezig met de materie, missie, visie, purpose, values. Maar soms zeg je, oké, is dat nog wel zo? En klopt dat voor iedereen van het team? Ah ja, nee, we zijn met 5 en er zijn er 3 nieuwe sinds de laatste keer dat we dat hebben gedaan. Oké, je moet die oefening eens opnieuw doen. Ja. Dan kunnen ze dat alleen doen. Of als ze zeggen, oké, ik heb begeleider nodig. Ja. Dan kan ik mee ingeschakeld worden. Ja. Dus, oké. Dus ook daarin, de roadmap, ik wil het eigenlijk vooral uitleggen, we zijn al de stapjes. Natuurlijk, ik wil ook geen sales pitch aan maken voor ons. Vooral wij begeleiden al die stappen, maar de focus voor nu om het uit te leggen, is oké, waarom zijn al die stappen belangrijk? Ja, het is dat. En sommigen die downloaden ook het e-book, doen het helemaal alleen. Ook goed, hè. Wij hebben ook geen 100 klanten nodig, dus helemaal oké om dat allemaal... weg te geven, laten we zeggen, de kennis en dat ze er zelf... Maar dat is altijd wel je strategie geweest, hè? Ja, altijd, hè. Je geloof dat een van je boeken ook al wat gegeven hebt en al, hè? Ja. Ja.
Ja, de, laat zeggen, de... Dat was in het begin, toen de virtuele versie. Ja, ja, toen hij, ja, ja, tuurlijk. Toen hij dat in het begin me vertelde, een paar jaar geleden, of twee jaar geleden, was dat voor mij echt zo... Wow, jong, ga je nu alles weggeven? Terwijl nu dat ik dat wel snap. Maar toen was dat wel voor mij zo... Allee, ga je nu je crown jewels weggeven? Terwijl nu dat ik denk van, ja... Ja, want dat denk ik er ook af van... En dat is een ander stuk vandaag dat niet zo aan bod komt. Maar wat is je businessmodel? Als je businessmodel kennis is... Ja, dan is dat van, oeh, als ik iets schrijf, ik geef dat weg. Maar als je businessmodel is, trainen erin, coaching erbij, of het overnemen, dat wordt geoutsourced, ja, dan kun je al die informatie weggeven. Ja. Dus, en dat is een hele belangrijke, dat is ook een van de vragen die ik aan degene die interesse hebben om ons te werken stel. Oké, wat is je businessmodel? En is dat nog wat je in de toekomst gaat doen? En misschien een combinatie nog, daar kom ik direct op. Mm-hmm. De tweede stap is realign with your ideal client. Allee, even alle open deuren intrappen. Wat is echt uw ideale klant? Dat is dan de ideal customer profile. Ja. De persona, echt zo in een target. Ja. Dat is dat. En iedereen zegt, ja, ik heb dat. En als je dan gaat vragen, niemand. Ijdele papier stellen. Ja, ja. En dat heeft te maken, het meestal heeft te maken met van... Ik durf mij niet te richten op wat ik nu echt wil, echt warm van word, echt passie van heb, hè, of wij als bedrijf. Want gaat er genoeg zijn. Dat is wat ik eigenlijk totaal niet snap. Omdat als je niet richt op een bepaalde groep van mensen, op een bepaalde niche, dan schiet je toch letterlijk als een kiekje zonder kop op van alles en nog wat. Ja, een van de dingen dat ik snap waar het vandaan komt, dat mensen het passie van een topic zeggen, ja, maar iedereen is er toch iets mee. Ja? En ik wil er niet... Allee, ik wil daar zeker niet negatief over doen, want dat is vanuit je passie, van, oh, dat is iets dat heel de wereld moet weten. Ik weet het wel, maar ik denk dat dan... Ik snap dat ook, ik heb dat ook ooit gehad, als een bepaalde angst, omdat je denkt, ja... Tegelijkertijd is het wel zo dat je gemiddeld genomen, als je het dan puur rationeel bekijkt, zo'n sales cycle, de tijd om die klant binnen te halen, als dat nu zo'n hele kleine klant is, of dat is de klant die wel best groter is qua deal size, en C is die tijd, die sales cycle, even groot, dus dat je dan... Dan is dat, dan denk ik van ja, dan moet je heel veel gaan hustelen voor toch een beetje een decent inkomen, omzettallen. Ja. Het is ook niet de bedoeling dat je 40 uur per dag werkt, me dunkt. Zie je? Dus dat ik denk van ja, bedoel, dus in plaats van op van alles nog wat te schieten, zodanig, omdat je wel goed realiseert van ja, de effort dat je moet steken om die project de klant binnen te halen, is eigenlijk redelijk hetzelfde. Ja, absoluut. Ja, dus hier is deze stap wat ik meegeef als tip is van ideaal klant en laat iemand je challengen. Wat ik meestal hoor, want het probleem is dat mensen denken dat ze een niche hebben of een goede focus, wat dat niet waar is. Want wat ik het meeste hoor is van onze klanten, als ik die vraag de eerste keer stel, we hebben er echt over nagedacht. En onze ideale klanten zijn KMO's in Vlaanderen. Ja, hallo, dat zijn er veel, 98.000 of zo? Nee, dat is 98%. Procent. De rest, zo ja. Als je naar de officiële definitie kijkt, is dat 98%. Dat is 250.000 bedrijven, hoeveel zijn er? Allee, ja. Dus dat is, maar dat is niks, hè? Maar zij denken dat dus wel, en daar begint het al mee. Ja, omdat ze denken, maar het punt is, ze bedoelen iets anders. Want als je aan 10 mensen vraagt, wat is er in een KMO, beschrijft dat in een case, dan worden dat andere gegevens. Ja, dus daar gaat het ook over. Waar gaat dat in? En dat echt explicieter maken. En het start ook al, kijk naar je top 5, top 10 van je beste klanten. Daar kan je ook al wel heel veel informatie vinden. Hè? Ja, en dan zien die beste klanten zijn even de toekomst nog de beste klanten. Ja, dat is weer iets anders. Maar dan heb je iets om van te vertrekken. Ja, dat is onderdeel van een van de oefeningen die we dan doen als dat nodig is. Ja. Een tip die ik hier meegeef, is voor degenen die angst tot tekort hebben, vaak heeft het te maken met belemmerende overtuigingen en dan moet je iets anders doen en dat kun je niet rationeel oplossen. Maar één wat ik doe is een oefening. Wat heb je nu echt nodig als bedrijf of als individu? Wat bedoel je dat van, heb je nodig? Van omzet? Van omzet, van omzet, van je kosten. Wat zijn die nu eigenlijk? Ja. Wat heb je een minimum nodig? Ja, ja. Wat is comfortabel en wat je echt wilt hebben? Ja. Want voor de meesten, die doen die oefening niet in terug, omdat ze vanuit passie in die coaching, trainings, consultant wereld zijn gestapt. Ja? Dus het zijn basic dingen, maar op zich
voor degenen die echt er tegenaan lopen, is dat wel een goede oefening. En ten tweede, ik maak ook altijd een verschil tussen proactief en reactief werken. Daar bedoel ik mee. Misschien is het voorbeeld van mijn voorbedrijf netwerkingcoach een goeie. Wij richten ons toen proactief op sales teams en recruiting teams. Makes sense, ja. Dus daar op onze website, LinkedIn profielen, onze communicatie was daarop gericht. Werkt wij daar enkel voor? Nee. Ik denk dat ik zelf op 10 hogescholen, universiteiten, gastdocent ben geweest. We hebben voor verschillende VZW's gewerkt en alles. En kleinere bedrijven. En het punt wat ik wil maken is, die contacteren ons. Van, we gezien dat je dat ook, we wilden dat voor ons ook komen doen. Dat zat niet in onze focus, niet in onze doelgroep. Maar dan keken we van, past dit in onze agenda? Is er iemand vrij? Financieel, oké, het is niet hetzelfde misschien als onze doelgroep op ons richten, maar is het iets dat we oké vinden? Dat is niet dat je per definitie nee zei. Nee. Dus elke vraag werd gekeken, willen we er ja of nee op zeggen? Maar is dat dan niet beter dat je gewoon focust en nee zei en zei van ja, sorry, maar we vragen 10k. Er waren natuurlijk bij ons wel grenzen erin. Hè, want, ja. Want dat is zo'n typische die je dan krijgt van, je komt dan kunnen bij ons komen spreken op ons congres. Hè, van, we betalen er niet voor. Dus maar ik kan even nu chargeren. Hè, want ik wil hier de dikke nek uit hangen doen. Maar op een bepaald moment was mijn boek, How to Really Use LinkedIn, was heel populair. En zeiden sommige organisatoren letterlijk, dit is een hot topic. Uw boek is ook goed, we willen nu als publiekstrekker. Ja. En dat was goed, hè. Als dat moet ook goed betaald worden, ja, hè. Wel ja, dus zeker als ze dat aan zeggen, hè. We willen u als publiekstrekker. En dan sommigen zeiden ook, maar we gaan u niet betalen, want ja, er zitten waarschijnlijk wel prospecten voor u in de zaal en zo. Dan haakten we af. En niet per se dat moest betaald worden. Want er gingen wij ook al, als er bijvoorbeeld een goed doel aan verbonden was, dan doneerden wij, ik zelf, iemand van het team die er werkte, alles naar dat goed doel. Maar het gaat over de intentie. Ja. Want wat ik heb gemerkt, degene die niet wilde betalen voor sprekers, de organisatie trok meestal op niks. Wel. En er was geen respect voor de deelnemers ook niet. Ja, wel, dat is de reden waarom ik niet gratis ga gaan optreden. Ja. Dat is die reden, wat je nu exact vernoemt. Ik ken ook al verschillende organisaties die scholen gaan bouwen in Afrika, speelt, maar echt verschillende. En met veel plezier. Maar al de rest die zegt van ja, ik kom spelen, het is voor niks en dit en dat. Ja. Dan merk je dat het uur, het ligt meestal niet vast. Het podium, het geluid trekt op niks. Dus Dat wil zeggen, de experience voor de bezoeker, is dat niks. Ook voor ons is dat dan... we weten nu dat het aan elkaar zit, het geluid trekt niet, dat is ook voor ons ook al niet leuk voor te spelen, kwestie van uitlaan, van parking, dit en dat. Dus zo van die toestand, no way. En mensen zeggen, vraag de geld voor, en dat is toch je passie. Ja, en? Maar dat is exact de reden, dus dat gaat niet over dat geld, maar dat gaat wel over het feit dat, het is een beetje zoals Van Heel in de jaren 80, die zei, op de rider staat een kom met M&M's, maar de bruinen mogen er niet in zitten. Nee. En als ze erin zaten, dan zeiden ze, we spelen niet, omdat we weten dat het podium op niet veel gaat trekken. En dat is niet naar de details gekeken. En sindsdien hanteer ik dat ook. Ik heb dat ene keer gedaan, gratis aan spelen. Dat was zo voor een of andere Furnish-all. Echt waar. Man, ik heb... Oh, ze hadden gezegd, het is om 7:00. Het was uiteindelijk om 11:00 s'avonds. Het was dan koud, het begon dan te regenen. En ik denk, sorry. Mm-hmm. Hoeveel is het? €250 voor mezelf. Begin daar niet moeilijk over te doen, van een band en ander, is dat allemaal anders natuurlijk. Hè? En nee, ik doe het niet meer. Ik doe het echt, echt totaal niet meer. Tenzij dat ik echt een rat, dat je zegt, goede doel, dat is weer iets anders. Hè? Maar nee, niks. Ja. Niks dat gratis doen. Omdat dat inderdaad klopt wat hij zegt. Het is spot on. Ja, ja en dat is een stukje van het ja, voor mij dan het respect... Ja, om dan maar een woord op te plakken. Maar dan vooral ook voor degene voor wie dat ze het dan doen. Hè? Ja, ook. Ja, maar daar is het... Maar ik weet het, Jan. Maar wat dat voor mij ook is dat ik rijd dan naar huis met minder energie. En ik heb het gevoel dat wat ik hier nu eigenlijk zit te doen. En ik ben kapot, gefrustreerd en geïrriteerd.
Terwijl dat eigenlijk iets is dat ik zo moet leuk vinden om te doen, snap je? Ja. Terwijl als dat in orde is, dan weet je dat dat, ja, dan kom je dus ook geen ding meer tegen. Nee. Ja. Nee. En zelfs de low-end, allee, dat is niet voor arrogant te doen, maar het interesseert me niet. Dus die heel goedkope toestanden, een bak bier en een hoop wafels, nee. Omdat ik weet dat het bagra's zijn. Mm-hmm. Terwijl je dan dat wat hoger zit, dan weet je, het is in orde. Ja. En dan kan je ook kwaliteit leven. Dan zeggen ze ook, ja, dat was in orde, dat was vrij goed. Dan zijn mensen content ook. En ja, nee. Ik ben, dat is echt, ik vind dat, ik ga daar niet meer licht over. Ik ben echt een heel moeilijk in geworden. Ja. Maar voor de zesde reden, hè, voor exact zelfs. Hè. Ja. Ja, omdat je, hoe kan je nu je publiek gaan dienen? Ja, bon. Ja, nee. Ja. Zullen we naar de derde stap gaan? Yes. Oh, de derde stap is design your own unique model. Dus je eigen unieke model creëren. En dit is een heel belangrijke om over na te denken. Want wat ik meestal zie, hè, is dat... Is dat een businessmodel of wat is dat een... Nee, een model, bijvoorbeeld wat je hier nu ziet, hè, die Soul Business Roadmap, is ook een model. Hmm. Wat ik zie bij de meeste coaches en trainers en consultants, ofwel gebruiken ze geen model, ofwel het model van iemand anders. Is het dan over een canvas? Of? Ja, bijvoorbeeld, verbindende communicatie. Ja? Vier stappen. Hè? Dus dat is een model. Ja. Of van Stephen Covey, zeven stappen. Ja. Hè? Dat is een model. Of de drama driehoek van Carman, een model. Ja. En wat is het probleem er vaak mee, is dat ze worden dan... Hè, een bedrijf zegt, we moeten iets doen met verbindende communicatie. Ze contacteren dan vijf verschillende bureaus die dat op hun website hebben staan. Die worden dan gevraagd om een offerte te maken. Ronde 1. Iedereen maakt een offerte, nog eens over spreken. Dan leert dat bedrijf ervan. Dan zie je, dat was interessant wat bedrijf 1 en 3 zei. Dat moet er mee in. Dus we vragen dan aan allemaal nog eens een tweede offerte te maken. Met aanpassingen. Dan kiezen ze er 3 uit die nog een volgende ronde mogen. Uiteindelijk heeft er 1. En er hebben dus veel bedrijven veel tijd in gestoken. En veel frustratie dan, want er is maar 1 die dat mag doen. En vaak nog mee korting te moeten geven. En het probleem is dus op die manier dat je als leverancier wordt gezien. Mm-hmm. En niet als partner. Mm-hmm. Omdat je gewoon 1 stukje van het geheel. Dus dat was ik eigenlijk er straks aan het vertellen. Met mijn networking coach hadden wij dat ook. We hadden de netwerken LinkedIn referrals... waren topics en werden gevraagd om die topics te doen. Maar nooit om mee over de strategie te denken. Nooit. Alleen dat hoeft niet de strategie van een heel bedrijf te zijn. Maar als we voor een sales team LinkedIn-training gingen geven, er werd nooit gevraagd, maar hoe past dat nu in onze huidige strategie? Want vaak passen het zelfs niet. Qua mindset. Dus dat was eigenlijk het stukje. Ja. Maar de meeste zijn leverancieren, dus maar degene dat wij mee werken, die... Die wil verder gaan. Ja. Het laat het fitten in het model. Ja. Ja, dus een partnership. Dus wat je eigenlijk gaat doen met dat model, en dus dat is een tip die ik mee wil geven, is gaan kijken, niet meer vanuit topic denken, en topic is ook vaak self-centric denken, van ik vind een topic leuk, ik wil dat bij mensen gaan brengen, of gaan begeleiden, maar gaan denken van, oké, maar... Welk probleem los je nu bij die klant? Welk probleem lost dat op en welk groter probleem is dat? Want als wij LinkedIn erin gingen geven, voor een sales team, wat is eigenlijk het punt? Ja, we willen meer zichtbaar zijn. Maar waarom willen we meer zichtbaar zijn? Uiteindelijk ging het altijd om meer klanten te hebben. Ik kwam het ongeveer altijd op neer. Ja, dus, en daar het dan over. Wat is eigenlijk het hele probleem van uw klant en wat heeft hij eigenlijk allemaal nodig om dat te bereiken? Okay. En dat betekent dus, en echt een keigoed om te doen, vaak kan je zien van dat je een aantal van die elementen zelf kunt doen, een aantal elementen nog niet hebt. En dat zijn er verschillende dingen. Ofwel ga je die bijleren, dat ik een stukje heb gedaan voor dit model te doen. Of ik heb onder andere geleerd, ik heb verschillende manieren om, business, om dat soort modellen te creëren gaan bekijken en daar een eigen aanpak van gemaakt. Wat kunnen we nog doen? Gewoon kijken van welke tools zijn er die dingen kunnen vergemakkelijken, automatiseren. Of je kunt ook een stuk outsourcen of in onderaanneming iemand. Je moet het niet allemaal zelf doen. Maar het gaat er wel over hoe kunnen we het hele probleem oplossen.
zodat je mee in partnership kunt gaan en niet meer als leverancier wordt gezien. En een point solution aanbieden. En dat betekent dus ook dat je projecten groter worden en dat je grotere omzet en marge kunt krijgen. Dat is ook omdat je meer waarde creëert. Ook, in plaats van gewoon, mag een LinkedIn-training doen om een klein... Dat is meer zo'n doekje om het bloeden te stelpen, in plaats dat je zo... Oké. Als voor mijn vorige bedrijf deed het een beetje zeer wat je nu zei, maar... Het is dan meer dat ik het nu minimaliseer, terwijl je inderdaad kan zeggen, mag LinkedIn inzetten om meer leads te genereren, omdat er de pipeline gevuld worden. Maar nu wel een heel zwart-wit aantrekken. Maar een van die dingen, wat dan ook belangrijk is, als het dan terug over mindset gaat, mijn ding is altijd geweest lange termijn denken. Ook mijn netwerken. Een tip dat ik altijd gaf is van, je kunt beter naar 3 organisaties 10 keer op een jaar gaan. Ik ben de 30 keer eens naartoe geweest. Dat hoeft zelfs zoveel niet te zijn. Dan naar 30 verschillende events te gaan. Waarom? Als je naar 3 organisaties gaat regelmatig, kom diezelfde mensen terug tegen, kunnen de relatie beginnen opbouwen. Met organisatie bedoel je dan een evenement of zo? Ja. Ja, of van een, ik zeg meer het, bij VOCA of Unizo. Dat bedoel je met bepaalde groepen daar hebt, of werkgroepen, of leerende netwerken. Dat je daar zit, dat je daar de relatie kunt opbouwen met 10 mensen. Want op veel netwerkevents... zie je iemand ene keer en zie je die nooit meer terug. En heet van die losse flodders. Dus een van de dingen die dan... dus dan gaven we die trainingen en dan kwamen die mensen dat terug tegen daarna. Van, ik vond het een goede training, maar we doen er niks mee. En dan vroeg ik dan, waarom niet? Eigenlijk, dat past niet in onze filosofie van ons bedrijf. Want wij moeten op het einde van de maand resultaten hebben. Met een baas vraagt, hoeveel kaartjes heb je van mensen als je naar een event bent geweest? Ja. Dus en dan wil ik ook zeggen, van, je kunt dingen toepassen. Als leverancier zaken aanreiken, maar als dat niet past in een grotere structuur, dan is eigenlijk vergeefse moeite voor iedereen. Dat is niet meer vervullend voor degene die het doet, als trainer, coach, consultant. De deelnemers zijn gefrustreerd, want ze zijn dan wel blij met de tips of een aanpak, maar ze kunnen het niet toepassen. Een bedrijf heeft eigenlijk geld weggegooid. Mm-hmm. Nu, in de grote corporates heb ik eigenlijk nooit veel... dat is een meer... ik vind het ook zo'n rare manier van denken. We hebben zoveel budget en dat budget moet dan op. En dan volg maar eens een training. Wat een beetje afgeweken van een topic hier. Maar echt, een eigen model creëren, ik raad het iedereen aan, dat maakt alles zoveel gemakkelijker. Want dit is het design, dus is eigenlijk het fundament. Dan verder gaan de attract fase, dat zouden we meer de branding of marketing fase, dat dan zouden we noemen, maar ik noem dat de attract fase. En dan de eerste stap erin is create an attractive matchmaking tool. Dat is een beetje mijn eigen term voor een website. Voor een lead magnet. Lead magnet. Zoals in een e-book. In een e-book of een video of een assessment of zo. Maar dat is iets dat je creëert zodat mensen een e-mailadres achterlaten. Ja. En ruilde voor en zodanig kan je dan die mensen nieuwsbrieven schrijven. Ja. Ik zou het niet nieuwsbrieven noemen, maar... Afcommuniceren. Waardevolle content geven. Voilà. En ik heb het ook matchmaking tool genoemd, omdat... Omdat dat kwalificeert of dat ze bij jou passen of niet. En andersom. Ja. Dus, en ook als je het met die intentie maakt, dan schrijf je andere dingen. Maar kijk, zet dat alweer solen, hè? Met die intentie? Allee. Exact. Want dat geloof ik ook heel hard in. Cool. Nu, de meesten zeggen, typisch, want zoals je er straks hebt gezegd, ze willen direct in de actie gaan, dus ze doen de eerste stap niet, of ze zijn niet van bewust dat dat belangrijk is. Dan zeggen ze, ik heb al iets geschreven, kijk dat eens na. Zo'n e-book dan, en dan denk ik, basistips. De meeste e-books zijn zo vrij fluffy marketing, denkt, En het werkt tegen hun. Want ze denkt... Maar dan zeggen ze, ik heb er al zoveel moeite moeten steken om het te creëren, of anderen die er niet om beginnen, dat ze zeggen, ik ben geen schrijver of geen spreker, of ik weet niet waar te beginnen, writersblok. Maar als je eigen model hebt gemaakt, dan vloeit dat er gewoon uit voort. Dat is eigenlijk in één model dat je daarin zit. Ja, je legt gewoon uit hoe je model werkt. En dat model, waarop baseren dat dan eigenlijk? Wat zijn de stappen die een klant nodig heeft om zijn probleem op te lossen? Dus je maakt eigenlijk van de grote berg, de bergetappes maakt ervan. Of zo typisch, een olifant eet je niet in één keer. Dus je stukt in stukjes. En je legt uit wat zijn de stukjes en maakt het behapbaar. Okay. Dus als je dat hebt gedaan in een model, kun je dus eigenlijk heel gemakkelijk zo'n matchmaking tool maken. Okay. Dus ik heb er ook bij ons klanten, die zeggen gewoon, dat zijn de stappen.
En dat zijn binnen elke... een soort template. Binnen elke stap is dat, moet je aan die dingen denken. En ze kunnen het gewoon beginnen invullen. Ze moeten er eigenlijk niet over nadenken. Dus dat writer's block stuk is gewoon weg. Ah, oké. Okay. Cool. Het volgende is dan turn your website en LinkedIn profiles into client magnets. Ja, dat is dan natuurlijk je oude ervaring komt dan te pas. Ja, en ik heb me meer gespecialiseerd nog voor die, de whole solution hier aan te bieden in websites. Hè, van wat SEO of zo? Nee, en dat is ook zo'n van die dingen van SEO. SEO is goed, maar je hebt dat niet nodig als kleiner training, coaching of consultingbureau. Ja. Waarom niet? Omdat SEO weer massa is op massa. Ja, juist. En wat moeten we doen met SEO? SEO, de Search Engine Optimization, voor degenen die dat niet weten, dat betekent hoe hoog scoort je website in op keywords. Google, hè, ja. Want je moet concurreren met de rest van de wereld. Mm-hmm. En met bedrijven die 1000 keer het budget hebben om dat te doen. En terug, hè, als je massa marketing product hebt, dan is dat een belangrijk stuk erin. Maar deze aanpak gaat voor grotere projecten, voor minder klanten. Ja, ja, ja. No, dus SEO houden we geen rekening mee. Maar wat is er toch wel met website? Is dat bepaalde content? Ja, dus de website, wat schiet op de meeste websites van trainers, coaches en consultants? De naam, fotootje. Ja, wie zijn wij? Ja, welke opleidingen hebben we allemaal gevolgd? Of hebben we allemaal gedaan? En vaak is dat vanuit een angst van, enkel als ik die opleiding heb gevolgd, dan mag ik iets in de wereld zijn, dan mag ik er geld voor vragen. En wat testimonials? Als ze dat al hebben... contact ons. Van dit is, contacteert ons. Van schrijf in op onze nieuwsbrief, maar niemand wil toch nieuwsbrieven. Maar wat dus het probleem is met de meeste websites. Ah ja, en wat hebben ze dan gedaan? Dat zijn een website, ze hebben dat dan laten designen door iemand, al dan niet professioneel. En dan laten ze dat, als ze dat dan laten nalezen, door wie laten ze dat nalezen? Als ze met een team zijn, door de collega's, door hun vrienden en familie. Ja. Die vrienden en familie, wat kunnen die erover zeggen? Niks. Je kunt zeggen, het is schoon of het is niet schoon. Ja, ja, ja. Maar ook het jargon dat gebruikt wordt, meestal vrienden en familie, die zeggen, ik weet al jaren niet wat jij doet. Dus. Maar dan kom je weer in hetzelfde terug als wat je net zei, het is weer massa. En zijn weer beginnerskennis dat erop staat. Ja, beginnerskennis, maar vooral ook het eigen jargon, het eigen ding. En je krijgt niet de juiste feedback, niet van de juiste mensen, want de derde categorie zijn dan de collega's van hetzelfde team, maar die zijn allemaal meer als het meestal gefocust. Die staan in dezelfde diepte. Dus een hele simpele tip. Geef dat aan je klanten. Vraag het aan je klanten. Maar hoe het al aan te passen is één, de meeste websites zijn self-centric. Dus een potentiële klant die erop komt, die zegt, dat over dat bedrijf, oké, goed. Ja, ik ben de beste daar in 20 jaar. Heel. Maar die herkent zich er niet in. Nee, en hij gaat ook niet weten van, what's in it for me? Ja, dus ik herken mijzelf niet. Nee. Voor wie is dat eigenlijk? Ik, voor mij of niet? Ik zal ineens wat tips geven. Hè? Dus spreek echt degene dat je niche is. En dat is dan realign with your ideal client. Ja. Stap 2 komt daar terug. Voor wie doet je het? Welke problemen lost je ervoor op? En ten derde, wat heb je nodig? Dat zijn de drie dingen die ik aanraad om te doen. Hè? Een beetje uitwerken, maar dat zijn de drie basiselementen. En ten derde, zorg dat degene voor wie dat je toe, die op je website komt, een reden heeft om zich kenbaar te maken. En kenbaar te maken betekent liefst een e-mailadres naam. Maar het simpelste is een e-mailadres achterlaten. En we hebben daarvoor nodig een e-mailadres achterlaten. Waardevolle content dat die... De percepties. Is je matchmaking tool. Je matchmaking tool. Dus daarom zit die stap ervoor. Dus wat heel belangrijk is ook in dit model, is elke stap bouwt verder op de vorige. Ja. Want ik zie anderen, want wat gebeurt er meestal? Het zijn allemaal geen rocket science, allemaal geen super nieuwe dingen. Alleen wat doen de meesten, zeggen, ik moet iets doen rond mijn website, ik moet iets doen rond LinkedIn, ze gaan bij verschillende experten een cursus volgen. Maar er is niks holistisch. Ja, dat is niks holistisch, dus dat is wat ik er hiervan heb gemaakt. En wat is het probleem met die experts, die zitten zo vol van hun eigen topic, En gaan er vaak te diep in, wat ik ook heb gedaan met LinkedIn. Hè. Een aantal dingen die je niet nodig hebt. En wat die ook doen is, wat je ook vaak krijgt, is dat je naar 10 experten hebt geluisterd, dat je tegenstrijdig advies krijgt. En dan denk je, moet je dat allemaal zelf beginnen doen. Of doet het niet? Ja, want de meeste van die experten die zeggen, wat wij ook meer in het verleden hadden met LinkedIn, wij zijn experts op LinkedIn en
het doet er niet toe wat je doet, kom bij ons met een cursus volgen. Natuurlijk, als wij bij bedrijven werken, passen we dat aan. Voor een open cursus is dat niet het geval. Hè. Dus je kunt dat ook niet echt customiseren. Dus je moet als deelnemer in een cursus dat zelf doen. Ja. En ja, zeker als het dan over technische dingen gaat. Ja. De meeste coaches, coaches, trainers en consultants, die willen met hun inhoud van hun werk bezig zijn. Die willen zich niet verdiepen in hoe moeten een website maken en dat technische aspect. Ja. Dus daar lopen ze dan ook vaak op vast. Mm-hmm. Dus, okay. Dus dat is één. LinkedIn-profielen, hetzelfde. De meeste LinkedIn-profielen zijn cv's. Ja. Dat is goed als je een job wilt vinden, maar voor nieuwe klanten vinden, terug dezelfde tips als van een website. Zeg duidelijk voor wie dat je werkt, hoe dat je een probleem oplost en zorg dat er een verwijzing in zit naar je matchmaking tool. Ja. Okay. Dan de volgende laatste stap van de attract fase is compose an appealing wisdom sharing plan. Compose an appealing wisdom sharing plan. Ja. Wat een mond vol, Jan. Dus wisdom sharing plan is mijn alternatief voor een marketingplan. Ja, oké. Okay. Of een content marketingplan, eerder gezegd. Dat is op zich zelfs niet nodig om je resultaat te halen. Terug, we hebben het er straks over gehad, dat social media zo niet nodig zijn. Om klanten aan te trekken. Maar wat zie ik bij veel van onze klanten, dat die zeggen, ja, maar er zit iets in mij dat die kennis... Die wil impact maken, ja, los van het feit dat ze... Of er nu klant uitkomt of niet, ik voel in mezelf die urge om dat hun eigen podium creëren. Ja. En gewoon van, ik wil dat delen, ik hoop dat er iemand iets mee is. Hè. Dus dat is zonder eigenlijk resultaatgericht. Het mag resultaatgericht zijn, hè, maar... Dus daarmee heb ik het, dat ik het geen content marketingplan, maar een wisdom sharing plan heb genoemd. Nu, ook daar zeggen de meesten van, ik ben er aan begonnen, maar na 3 maanden wist ik niet meer te schrijven op mijn blog of podcast, hè, wat jij heel graag doet ook. Je moet het graag doen, hè, want anders blijft het niet verder. En dat is, de meesten beginnen eraan van, ik kan er meer klanten mee halen, of dat is een medium ook wat kennis mee kan delen. Maar de meesten stoppen na 2-3 maanden, omdat ze niet meer weten wat te zeggen, of wat in de content eigenlijk op is, of als ze geen tijd niet meer hebben. Dus wat we met hen doen, is gaan kijken van hoe kunnen we eigenlijk nu een plan opstellen voor een jaar, 1 keer per week iets van content ergens te posten. En waar halen we die content dan uit? Uit je model. Uit het model en een matchmaking tool. Dus als de vorige stap goed gedaan zijn, is dit ook easy peasy. Ja. En als je het dan combineert met verschillende vormen, zo'n typische is een combinatie, wat met ons klanten doen, is een wekelijks post op LinkedIn. Want de meeste van onze klanten, hun klanten, zijn bedrijven en een beslissing nemen, dus LinkedIn is daar wel het medium. Gecombineerd met eigen e-mails. Ja. En die hebben ze dan opgebouwd door die matchmaking tools en webinars. Dat is zo typisch aan doen. En dan dat ze je zo 4 webinars geven, dat dan we aankondigen via e-mail en dan tussendoor ook aankondigen via de social media, maar dan een combinatie met echt goede tips te delen. Oké. En nu komen de reach-out. Ja, de reach-out is dan meer het sales of het proactieve. Mm-hmm. De stap 1 is easily find ideal clients. Dat gaat over de voorbereiding eigenlijk. Ja. De meeste mensen... vergeten welk goud dat ze voor hun neus hebben liggen in hun contacten, in hun e-mailadressen of in de e-mails die ze hebben uitgewist verleden, in hun telefoon. Zeker als ze dus met ons werken en een nieuw model creëren dat ze ervoor niet hadden, kunnen ze terug gaan naar al diegenen die ze vroeger mee hebben gewerkt. Ja, okay. Nee, want het is nieuw. Zelfs nog hadden je klanten kunnen zeggen, hey, we hebben iets nieuws. Dus dat is al low-hanging fruit, laten we zeggen. Dus dat is voor velen al genoeg om mee verder te gaan of de next level te nemen. Maar de meesten zien ook niet naar LinkedIn als het platform om nieuwe klanten te vinden. Er zijn 10 manieren om dat te doen. De meesten gebruiken zelfs geen één of kennen er geen één. Op LinkedIn, 10 ja. manieren om nieuwe klanten te vinden. 10 manieren op verschillende manieren. 10 manieren? Ja, 10 manieren om verschillende klanten te vinden. Wat zijn die dan? De meest gebruikte... Is de LinkedIn messaging? Nee, is de search. Ja, oké. Je moet dat combineren met Boolean search. Ja, ja, ja. Dat kan ons misschien wat te verleiden om dat nu helemaal uit te leggen. Maar dat is terug gefocust. Maar het begint dus eigenlijk met stap 2 terug.
realign with your ideal client. Wie is een ideale klant? Ja, als je dat niet hebt gedefinieerd, dan kun je op LinkedIn weken spenderen zonder dat je de juiste mensen vindt. En het gaat niet enkel vinden over de juiste mensen als potentiële klant, maar ook wie dat je gemeenschappelijk kent. Zodat je een doorverwijzing kunt gaan vinden. Ja. Ja. Een ander wat ook vergeten wordt hier, is het eigen netwerk. En wanneer kun je die doorverwijzingen vragen? Wanneer je eigen netwerk hebt opgebouwd. En verzorgd nog hebt. Want het is natuurlijk wel lullig dat je dan iemand vraagt voor door te verwijzen, terwijl je die persoon 30.000 jaar al niet meer hoort of gezien hebt. En dat je denkt, van ja, nu is die daar. Hè? Ja, of en, zo is daar. Ja, en dan, nu heb je nog over iemand die je al in het verleden hebt gekend. Maar wat denk je de meeste mensen doen? Zelf niet connecteren met hun collega's, met hun oude klanten, met hun oude klanten, leveranciers, partners, maar wel van wildvreemden over heel de wereld connectieverzoek accepteren. En dat betekent dus dat ze een netwerk opbouwen waar ze niks aan hebben. En nog meer, wat de meeste mensen niet weten, als het dan over die post gaat, dat is niet per se nodig, maar als je dan in de vorige stap, wisdom sharing plan, gaat, en je wilt iets posten op LinkedIn, het algoritme. De meeste mensen weten dat niet. Als je dus iets post als individu, dus niet als bedrijf, als individu, tussen de 18 en 16% mensen van je eigen eerste graad netwerk gaan die post zien. En dan, afhankelijk van wat hun reactie is, een reactie kan zijn een like of een comment of een share, dan gaat het algoritme zeggen, ah ja, er is interesse in dit onderwerp en ook hoe lang dat iemand op de post zit. En dan gaat aan meer mensen te eerste graad netwerk worden getoond. En hoe meer het die reageren, dan kan het eventueel viraal gaan. Terwijl mensen die je kent gewoon normaal zijn geneigd zijn om sneller te liken en te reageren. Dus als je netwerk opgebouwd is, hè, laten we zeggen dat je 1000 mensen in je netwerk hebt, hoewel je de 500 van wildvreemden over heel de wereld hebt geaccepteerd, en die andere 500 een beetje kent, ik zal nog maar even die dingen, en je post komt uit, en dat wordt dan, ik weet niet, LinkedIn zegt niet digitale, hè, maar dat wordt, laten we zeggen, om 50 mensen getoond, en die 50 is random, zitten in die 500 die u van eender waar in de wereld hebben geconnecteerd, die gaan er niks mee doen. Ze spreken misschien zelfs de taal niet meer dat je je post in hebt en ze willen niet op het C-translation dus, links klikken. Dus je raadt eigenlijk echt aan om enkel mensen toe te voegen die je kent? Ja, en het hoeven dus niet per se enkel klanten te zijn. Ik ken even hoe mensen die je op een netwerk event hebt gezien en dat je voelt, oké, er is wel een connectie. Of een leverancier of ja, zo. Ja, dus en mensen waar je mee hebt gestudeerd, dat je... Mensen hebben gestudeerd, je had toen een goede band. Al is dat 30 jaar geleden, als je toen je no-like trust factor goed hebt opgebouwd, je hebt dat niet bewust dat niet gedaan. Bewezen, maar je hebt wel die relatie opgebouwd, dan kun je daar nog altijd op terugvallen. Als dat 30 jaar geleden iemand één keer hebt gezien, dan kun je er niet op terugvallen. Dus daar zit natuurlijk wel het stuk in. Dus daarmee ook je LinkedIn-netwerk op de juiste manier. Ik heb bijvoorbeeld 2 jaar geleden een kaart van, ja, ik wil dat een keer doen. Maar terug, hè. Tijd met COVID, ik heb er 1500 mensen uitgegooid. Nee, dat klinkt zo. Nu dat ik het denk ik ook van ja, misschien zou ik dat ook wel lekker doen. En terug, want ik was bij de redelijk begin leden van LinkedIn. In het begin was dat ook oh, tof en iedereen in de wereld. Ja, nu kun je niet meer indenken zonder social media en die social networks. Maar toen was dat nieuw, hè? En dan van wow, wat is dat hier? En oh, er zit wel potentieel in. Dus ik heb ook wel in het wilde weg van mensen connectieverzoeken ontvangen. Maar dus daar heb ik eens grote kaas in gedaan. Interessant. Oké. Okay. Goed, volgende stap is dan, wanneer dat je die voorbereiding hebt gedaan, hoe dat je dan, de stap heet Get Cordially Invited by Prospects. Cordially. Ja, je ziet in het Engels, ik heb ook, er zijn ook internationale klanten die in Engels spreken. En ik gooi er nog wat adjectieven soms in. Cordially, van het hart. Geïnviteerd door prospecten. Ik wil wat water drinken. Ja, hoeveel is zo de split tussen Engelstalige klanten en Nederlandstalige klanten? Op dit moment 90% Nederlandstalig. Ah ja, oké. En 10% Engelstalig. dus deze stap, Get Cordially Invited by Prospects, gaat over... dat iemand zegt, ik heb interesse om u aan tafel te zitten. Aan de virtuele tafel, aan de fysieke tafel, hè, tegenwoordig. En hoe kom je erbij? Door de rest goed te doen. Hè, want wat gaat het doen? Dus dit is een stap zonder cold calling. Als mensen dat graag doen, is dat absoluut goed, maar de meesten doen dat niet graag. Daarmee heb ik ook nagedacht, hoe kunnen we een model maken zonder dat dat nodig is?
Je zou dat ook, iedereen kan codecalling doen, vaak het ook over belemmerende overtuiging, angst en dergelijke. Heel mooi ding om als ingang te nemen voor persoonlijke ontwikkeling. Codecalling? Ja, wat dat allemaal oproept bij iemand. Ja, ja, dus rejection. Kunt, ja, voilà, dus je kunt... Allee, ongelooflijk goede insteek voor personal development, maar ik dacht, oké, laten we... Voor diegenen die dat willen, mogen we daar aan werken. Maar ik dacht, oké, laten we het simpel houden. Wat kunnen we al doen zonder? Dus hier zijn eigenlijk twee acties. Eén, zelf mensen die je al kent, vanuit het verleden contacteren. En zeggen, oké, we hebben hier iets nieuws. En ten tweede is die doorverwijzingen vragen. Mm-hmm. Ja, referrals. Ja. En wat dan belangrijk is, zeker naar die referrals, van mensen die via dat je wordt geïntroduceerd, die je dus nog niet kennen, die gaan dan vaak naar je website of je LinkedIn-profiel zien. Ja. Dus daarvoor moet je dat wel eigenlijk hebben. Ja. En dan laatste stapje is eigenlijk, ik noem dat respectfully help prospects become clients. Dus het is eigenlijk het salesgesprek, maar ja, die naam doe ik al lang gebruik niet meer. Dus voor mij gaat het meer over aankoopbegeleiding, om toch maar iets erop te plakken. Ja, dat is zo. Zo zie ik het ook. En ja, wat zie je meestal, hè, als er dan zo... mensen komen dan bij iemand aan tafel met een potentiële klant en dan hebben ze een slideshow bij en wie zijn wij en dat is fantastisch. En doen hun pitch, hè, traditioneel. Oh, Jan, alsjeblieft. Maar wat krijg je dan als reactie... De meeste mensen die zeggen dan van, hey, braaf, van, ah ja, dank u. En, maak er een offerte of zo. Ja, maak eens een offerte, maar eigenlijk... Dat weet je al van... Ja. Mm. Ja. Dus dan stopt het eigenlijk al. Dus een beetje wat we het al over hebben gehad, dat het voor mij een andere insteek is, gaan kijken, oké, wat zijn de problematieken waar dat je klant mee te maken krijgt, en uitleggen wat de oorzaken van die problematieken zijn. Ja. Nu... Wat je soms hebt wel bij klanten, als je eenmaal vragen begint te stellen, dat die, wat zeg je, stel dat je een uur hebt voor die meeting, dat die vertrokken zijn, dat die niet meer te stoppen zijn, dat die over zichzelf vertellen. Dat is toch goed? Gedurende een hele meeting, wat goed kan zijn. Maar sommigen voelen dan van, oh, goh, er is niet genoeg tijd geweest of whatever, dus er zit dan terug een soort angst op. Dat is toch goed? Pak dat je een uur uit en ze heel te dan vertellen. Ja, als zij niet gaan vragen van wat doe je nu eigenlijk, dat laat ik je niet vertellen. Zei ja, tuur is om. Ik zei ja, volgende week zien we elkaar opnieuw terug. En heb je weer een kans om weer verder te gaan in die verbinding. Ja. Ik ken tijd, hè. Ik bedoel, vertel je maar. En hoe meer dat ik weet, hoe beter. Want het heeft toch geen nut als ze iets van kopen die toch niet bij hen past. Nee, absoluut. Dus... strategie, er zijn verschillende strategieën, dus die van u is zeer valabele. Er is niet one way, hè. Nee, kijk ook wel had dat ik zeg van, weet je wat, 50-50. Laat hen 50% babbelen, en toen krijg je 50% ook, dat is ook zoiets, hè, ja, wat kom je nu eigenlijk doen, of wat is hier nu? Dus maar dat is, ja, weet je, dat is een deel intuïtie, dat is een deel aanvoelen, dat is een deel ervaring, dat is een deel, ja... Er zijn soms mensen die gewoon heel graag praten. Mm-hmm. Dan denk ik van, ja, nu gaan we toch wel een keer... Ja, en ik heb ook al gehad dat ze zeiden van, dit was zo'n goed gesprek, kun jij een offerte maken? Maar een offerte maken, maar heel positief bedoeld. En dan denk ik, ja, maar ik weet nog niet waarover ik een offerte moet maken. Ah, ja, maar dat ook, hè. Maar omdat die juist een keer, omdat ze de connectie voelde... Zeggen, oké, we gaan samen iets doen. Hè? Dus dan was dat, oh ja, we moeten toch nog eerst even checken wat wilde juist, welke parameters. Hè? En, moeten we nog even bespreken. Dus mensen laten praten, absoluut. Voor degenen die dan zeggen van, ja, die een gevoel hebben van, ik moet er toch wel een beetje controle over houden, dat mensen toch soms nog willen. Wat is een suggestie om je model te gebruiken? Het model dat in stap 3, design your own model, heb je gecreëerd, om dat te gebruiken als enige gebruikstopic. Slide. Ja. En dan gezegd... Of staat zonder slides gewoon tekenen op een whiteboard. Ja, exact. Dat je zegt, oké, hoe? Waar loopt allemaal tegenaan? In ons model zit daar. Ik zal u uitleggen wat de oorzaken zijn dat je daar tegenaan loopt. En als je zo'n model dan gebruikt, wat gaat die andere persoon dan ook doen... Die gaat dan wel wat uitweiden, maar gaat dan zeggen van, ja, maar ik ben eigenlijk nieuwsgierig wat er in die andere stukken nog zit. En daarmee gaat het terug meer maar elkaar. Ik denk wat dat eigenlijk doet, is dat in het andere model bij rationeel informatie aan het geven,
Maar in deze aanpak ben je echt al bezig met de transformatie. En het is dat dat mensen zorgt dat ze zijn, ik met je wel samenwerken, omdat ze zien wat de transformatie zal zijn en dat ze met jou hebben samenwerkt. Ja, ja. Want dat is de rest is gewoon informatie, ja, dat en dat en dat. Ah ja, oké, okay, ja. Ja, ja. En? Ja. Een transformatie en dat ze zien van, dat ze, voor mij, en dat is mijn persoonlijke ding, iedereen moet er mee eens zijn, de contact dat ik me heb met, niet met iedereen, maar met prospects, mijn focus is dat ze iets geleerd hebben, en dat ze een inzicht hebben gekregen, en dat ze er blij mee zijn. Voor mij is mijn intentie, how can I serve you? Altijd. Nooit ja, van, what's in it for me? Dat is een variatie. Ja, ja, dus dat komt hetzelfde neer. En dat heb ik geleerd van een heel duur consultant. Je vroeg $50,000 per dag. Dat is een Amerikaan. J. Abraham? Ja, J. Abraham. Inderdaad. The strategy of preeminence. Dat is het. En je ziet er zo vrij speciaal uit. En ik weet dat hij babbelt over allerlei dure toestanden. Maar je wat dieper gaat, dan dacht ik van ja, it makes sense. En dus ik heb al die marketing dingen gestript. En dat heb ik overgehouden. En ja, voor mij werd dat echt vrij goed. Dat past bij mij. Ja. De rest past niet. Ja, voilà. En daar komt het ook op neer. Hè. Dat is een beetje, dat past ook een beetje in dat wisdom sharing plan. Ik heb dat sowieso met de podcast ook. Maar je wilt toch ergens zo een deel toch zo van ja, nee. Als je toch een heel klein beetje die persoon dan kunt veranderen met een gesprek of zo. Ik heb dat zelfs na sollicitatiegesprekken. Dit is dus volledig. Ik zei, je gaat hier nooit werken, zolang dat ik hier werk. Maar toch, omdat ik zo'n confronterende vraag heb gesteld of een bepaald ding, krijg je zo'n brein, ja, dat heeft mijn leven veranderd en al. En ja, dat is tof, hè. Dus, maar dat zit daar wel in, omdat ik denk van ja, ik bedoel, als iemand kan helpen. Maar ze moet er wel voor openstaan, hè. Ik ga dat niet zomaar ongevraagd bij een dump, hè. Ik ben heel blij dat je dat zegt, want allee, even een zijsprongetje. Een van mijn stokpaardjes is opletten met ongevraagd advies. Ja, dan dat is, nee. Dat is altijd een van de grootste bronnen van conflict binnen teams, binnen bedrijven en binnen relaties. Dat is ongevraagd advies. Vandaar consent. Dat heb ik geleerd van mijn coach, Brielle Marie, die letterlijk zei van, gebruik er altijd van, maak dat wat advies, of mag ik daar wat feedback op geven op hetgeen dat je net gezegd hebt? Of wil je mijn advies daarover? En ja, ik pas dat toe, omdat ik kan soms nogal direct zijn en een spiegel voorhouden, dat ik zeg, wil je daar mijn advies op hebben? En of ik ga me excuseren dat ik hier nu wat direct ben, dus als dat pijn doet, is dat niet mijn intentie om je te kwetsen. En je creëert daar een soort andere space voor. En toen kan ik zien, ja, nee, het interesseert me niet. Want dat heb ik bijna niemand zegt. Nee. Of ja, het interesseert me wel. En door dat te vragen, want ongevraagd advies vind ik een deel egoïstisch. Ja, absoluut. Want waarom doe je het dan? Maar je zelf zo bragging, bragging. Ja. Terwijl, voor mij gaat dat niet over bragging. Ja, en ja, daar wil ik even nog een nuance aan toevoegen, als dat oké is. Of course. Is dat, je moet ook, als je die vraag stelt, hè, wilt je mijn advies erover? Je moet, het mag geen excuus zijn om dan te beginnen vertellen. Je moet, als een persoon nee zegt, moet je zeggen, oké, okay, nee dan. Ja, het is dat, hè. Want dat zie ik soms aan misbruik maken van dat zinnetje. Ja, 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 zo. Van, wilt je mijn advies erover? En zonder dat er op een antwoord is gemaakt. Een bovendrekt. Ja. Dat is een vraag, hè. Nee, maar dat is een valse vraag. Nee, ja. Ja, ik weet het, maar dat klopt. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Nou, ja, nee. Maar dat heeft, voor mij heeft dat weer, kijk, dat is weer de zesde link met gitaar spelen. Aha, vertel. Ja. Dus als je gitaar leert spelen, dan volg je les normaal gezien. En leer je akkoorden, scales, of toonladders noemt dat in het Nederlands. En op een bepaald moment kan je veel. Hè? Dus ik heb wel veel akkoorden. En zeker als je begint jazz te studeren, nee, jazz, what's the name? Je leert gewoon meer dan mineur en major akkoorden spelen. En 7, 9, 11, 13 en alle extensies en al. En in combinatie met vaak gaat het ook over snel spelen. Hè? 1 miljoen noten kunnen rammen. Dus er is zoiets, ik heb dat ook gehad, er is zoiets dat leeft van ja, je moet kunnen snel spelen. Dat is zo die prowess of techniek. Hè? Ja. Maar dat is iedereen moet dat door. Uh-huh. En zeker als je jong bent. Uh-huh. Dat is weer dat ego. Dus wat krijg je dan, is dat je kent dan veel,
En heeft het enkel met ego te maken of ook mastery? Dat je meesterschap over een bepaalde vaardigheid wilt verwerven? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat bij mij onbewust wel een stuk kunnen tonen wat ik kan, ja, was. Hè? En ik hoorde het dan ook achteraf van bevriende muzikanten. Peter is nogal een technische gitarist. Dat is al lang geleden. Hè. Terwijl nu heb ik dat niet meer. Mm. En dat is door ouder te worden. Maar dat is ook door bij echte pro's te gaan spelen en te leren. Hè. Maar echt man die in Amerika studeert en al. En die echt de groten, alleen Benelux toch alleszins. En dan zie je dat ze eigenlijk allemaal heel simpele functionele dingen doen. Mm-hmm. En ik ken er zo 6 of 7 leraars gehad. En die rond mijn 32, 33. En er was 1 ding die ze allemaal gelijk hadden. Keep it simple. Peter, de Chili Peppers spelen simpele ding. Ota simpel. Mm-hmm. En speelt functioneel. Serve the song. Serve the audience. Hij komt op de allerlaatste plaats. En mijn gitaarprof, die aan het conservatorium van Brussel studeerde, speelde toen in een tijd bij Clouseau. Mm-hmm. En die zei, dat komt het moment. De gitaarsolo. Het moment waar de gitarist even mag zijn kennis etaleren. En iedereen keek hoe dat Koen Wouters een cola opdronk. Dus zegt hij, de volgende keer op de Gentse feesten staat, speelde ik niet Mixolydian met Lydian in 1 miljoen noten in 1 seconde. Speelde ik iets poep simpel. Maar echt, zo simpel als ik weet niet wat. Dus we spelen Let Me Entertain You. En dan is dat zo'n rondje van de muzikanten. En ik begon over Let Me Entertain You van Robbie Williams. Begin ik Smoke on the Water te spelen van Deep Purple. Zo. Het meest basic wat er bestaat. Ja, en die reacties die je dan krijgt zijn heel speciaal. En ik dacht van, zo zit de wereld dus in elkaar. Dus in plaats van te spelen naar die 1% van de muzikanten in het publiek, speel ik voor die 99%. En dus had het bij mij ook over van, als het mij niet gevraagd wordt om hier technische super toestand. Allee, bijvoorbeeld, ik heb een periode gehad waarbij ik per se jazz wilde spelen over Madonna. Over Into the Groove. Terwijl nu, ik ken je dat niet, ik speel ik hele simpele funky dingen over die Madonna en ik laat ik dat maar rust. En als ik wil in mijn kamer fusion spelen over bepaalde nummers, omdat dat fusion is, dan doe ik dat. Wat dat niet wil zeggen dat je daarvoor niet mag experimenteren, alleen is die intentie weer verschillend. Nu speel ik omdat ik harten wil raken. Hmm. En niet om, moet ik kijken wat ik kan. Dat is het verschil. Vroeger dacht ik van, moet dat bewijzen, wat kan dat leren, moet dat kunnen. Maar nu is dat zo van, who gives a fuck, oké, nu, wat is dat, 9x5 zitten spelen, en dat ik dat kan. En ja, ik vind het interessant, en ik zie dat bij heel veel trainers, coaches, consultants, maar ook, ik heb ook in mijn carrière in de softwarewereld gewerkt, daar ook. Maar ik denk dat je overal zo'n beetje zie, is waarvoor websites, LinkedIn-profielen, waarvoor zijn die meestal geschreven? Is voor die 1% wat je er juist zei. Ja. De collega's, de peers, ja, om door hen aanvaard te worden, gezien te worden. En dat is een van de onbewuste, belemmerende factoren die ik ook vaak zie. En wat je dan ziet, is het omgekeerde. Is dat je dan wordt erkend als een expert door zowel mensen die zeggen, je zou een professioneel muzikant zijn, doet er iets mee, of zoals mensen die er niks van kennen. Zie je? En dan word je ook gevraagd voor allerlei andere toestanden, omdat je bent niet meer bezig van... Je had die wedstrijd niet meer aan met de wereld, mm-hmm, of met jezelf, of mm-hmm, whatever. Pas op, ik ben nog altijd bezig met techniek. Hè. Ik bedoel, dat is nog altijd iets dat me enorm fascineert. Alleen, again, die is dat een middel om een doel te bereiken? Is, voor mij is het gewoon heel makkelijk om ergens toe te komen. En ik weet dat ik op mijn pootjes ga terechtkomen. Mm-hmm. Terwijl die intentie vroeger was echt vanuit een bepaald brek, uit angst van, love me. En dat is ik vind die intentie superbelangrijk met gevolg. Nee, dat je dan op een keer, Peter combineert nu feel met techniek en is meer een feel-speler geworden. Mm. Ja, en ik weet niet, maar dat is wel, alleen voor mij is dat een heel belangrijk. Maar als gevolg ook,
dat je gewoon beter klinkt. En nu kan ik echt momenten denken van, damn, heb je dat goed gespeeld, man. Met heel veel feel. Mm. Omdat dat geen is dat je denkt, ja, dat klinkt echt wel goed. Mm. En ja, ik weet niet, ik vind dat, hij ziet dat dan bij mensen en hij denkt, show off. Pas op, er is, dat is weer die andere engel. Dat wil niet zeggen dat ik dat gewoon stijl sta. Er is ook show dat moet gegeven worden, hè. Nee, maar... bedoel, ja, weet je, en als er dan een moment komt van, neem het, hè? Dan wordt er ook verwacht, neem het. En dan neem ik het ook, hè. Dan is het ook echt van, oké, hier is nu de bedoeling dat we volledig losgaan. Dan wordt er ook losgegaan. Maar die intentie is wel... Heeft het dan niet te maken met wat je juist zei, van de feel-kant, dat die er tenminste bij is, in het begin minder? Ja, maar nu speel ik wel veel simpelerder. Eigenlijk is het heel simpel. Voor mij is de melodie superbelangrijk. En om een melodie superbelangrijk te kunnen, is die vaker simpeler. Mm. Vandaar dat op voetbalwedstrijden... Broerheim Tribute of Seven Nation Army. Zo wordt mee gebruld. Ja, ja. Omdat dat essay hele simpele melodieën zijn. Mm-hmm. Maar je zal zelden een voetbalploeg een nummer van Herbie Hancock of van Miles Davis horen zingen. Hey, goed. En dat is... ik weet niet. Dat is de... The Art of Simplicity, dus dat er ook wel mee te maken. Maar goed, we dwalen enorm af. Maar ik vind het wel... Ik vind een heel mooie analogieën dat je maakt. Want ik heb wel zoiets zo van... Allee, je hebt intentie al met al een paar keer vernoemd, maar zo'n trainer of een coach is zo te braggen met die kennis en zo. Ja, maar zit ik hier wel menselijk. Ik heb meer zoiets van... Weet je wel, kom ik eruit uit je kot en be human. Connecteert met mij. Ik bedoel... Ja, ik heb dat ook met heel veel van die salesmanagers en al, die zo claimen dat ze de perfecte funnel in de perfecte manier van... Zo, dat ik denk, ja, don't bullshit mee. Ik heb ook mijn failures en mijn fuck-ups gehad. Dus toen een keer... Allee, wat werkt er niet? Wat werkt er wel, wat werkt er niet? Wat zijn... En dat vind ik zo de dirt. En dan weet ik van... Het feit dat je dat durft zeggen, van oké, dat werkt niet... Dat weet ik echt van, dat is een expert. Want... Ja. You walk the 100 miles. Ja, exact, maar daar dan denk ik ook over, hè, van door de ervaring te gaan. Ik denk dat het zo'n typische is, maar ik vind het heel mooi de analogie dat je maakt, hoeveel levenslessen dat erin zitten en businesslessen dat er tegelijkertijd in zitten. Van, ook bijvoorbeeld met dit model dan, voor mij was oké, back to basics... Hoe kan ik het zo simpel mogelijk? Ja, en dat is dan door de jaren heen dat je dat kunt dan of zo. Hè? Ja, maar weet je wat het verschil is? Ik heb je een e-book gelezen, hè? Ja. En nu komt hij binnen. Ah, oké. Dat is het verschil. Toen ik hem las, had ik zoiets van ja, tof. Rationeel klopt het, maar ik voel het niet. En nu voel ik het. Oké. Nee, het is zo. Denk, zo zit het in elkaar. Ah, ja. Ik denk van ja, waarom... Kan er wat analogieën met gitaarsolos moeten inzitten? Nee. Ik denk dat gewoon komt omdat mensen nu eenmaal op andere manieren informatie oppikken. Hmm. Zie je? Dus dat model is echt... Ja, het klopt aan alle kanten. Nee, het klopt volledig. Alleen nu dat ik de mens en hoe dat hij het vertelt, klik het. En dat ik zoiets van, Jan, dat is Jan. Het klopt. Hmm. Zie je? En ik denk dat het gewoon dat is. Ik denk dat dat gewoon een e-book, een formaat is. Ja, ja, dat is een hele goeie, want dat is... Ik zeg niet dat een reden is, maar ik doe zelf... Ik zie het e-book als de primaire matchmaking tool, die dus permanent op de website staat. En dan doe ik durende het jaar 4, 5, 6 webinars. Ja. En dan over een stuk ervan, of over businessmodellen of zo. Allee, dingen die allemaal gerelateerd zijn. Ja. Daar had ik ook trouwens altijd aan, want ik zie dan sommige mensen ineens heel andere, niet gerelateerde webinars of andere e-books maken en zo. Die dat is verwarrend. Nee, ik wil zeggen coaches, trainers of consultants. Hè, die denken, ik moet iets maken
waar ken ik nog iets over? Ik zal dat nog maar schrijven, maar dat niet gelinkt is aan hun eigen model, als ze een model hebben. Okay. En dat is dan verwarrend, of dat leidt dan, af. Dus primair, de meeste van onze klanten doen dan ook zo, primair een e-book en dan secundair matchmaking tools, webinars. Omdat ze dan ja, de stem en gezicht ook nog... Is er eigenlijk een valkuilandmodel? Valkuil, ja, degene die het op eigen houtje doet meestal, is dat die zeggen, ah ja, ik kan enkel dat doen. Ja, ik begin hier, of ik begin daar. En denken dat de rest al goed zit. Ja, en het zou kunnen, hè, want degene die dat ik niet meer in contact kom, dat weet ik daar niet van. Ja, ja. Dus het zou kunnen dat begin goed zit, maar meestal is dat niet het geval. Dus niet de volgorde respecteren, dan maakt het vaak moeilijker. De valkuilen is geen keuzes maken. Ja. En zeggen, ja, we toch KMO's in Vlaanderen, is onze doelgroep. Ja, ja. En ja, dat mag, hè, alleen wordt de rest veel moeilijker. En dan blijven ze een beetje... Nu, alles is in verandering. Ja. Ik bedoel, volgens mij is dat de zoveelste iteratie van je model. Ah, ik werk ook agile. In die zin van... om een hype woord erbij te halen. Ja, zeg wel. En voor mij is dat van, oké, leren van klanten. Ja. Wat werkt wel, wat werkt niet. Wat is het dan nu aan het model dat je denkt... Hey, bijvoorbeeld een van de stappen dat ik denk zo van... Ja, eigenlijk kun je nog een stap verder gaan. Ja, dat kan. Ja. Bijvoorbeeld, nu dat je klanten... Hey, klant naar ambassadeur, een ambassadeur gaan inzetten, bijvoorbeeld. Ah ja, dat is zit dat mee hierin. Ah, dat zit hierin, of ja. Dat? Ja, dat is hier is het... In cordially invited by prospects. Ja, daar gaat het over, hoe schakelt je netwerk in. Hè? Ah ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, makes sense. Dus ja, sommige dingen lopen dan ook terug, maar dat is dan te moeilijk om, in de visual te zitten. Is het dan één blok, waar je nu zegt, van ja, ik zit daar aan, ik zou daar nog even iets wel aan sleutelen, of daar voel ik dat de verandering op tel zit, of kan nog laag bijmaken of zo? Wat ik heb gedaan, ik had eerst deze stap, Compose and Unpeeling Wisdom Sharing Plan, vroeger stap 6, zet waarschijnlijk. Die zat vroeger later, omdat dat voor mij niet per se hoefde, was een extra, dat kon extra gedaan worden. Ja. Want voor mij, als je dat niet doet, kun je nog altijd... Als je niks post kun je nog altijd, als je de andere stappen goed doet, maar een goede draaiende business hebben. Maar de klanten vroegen, ja, maar ik wil toch, want ik wil mijn kennis delen. Ja. En dan dacht ik, oké, dus we gaan die twee dingen. Het moet erin. Ja. En het gaat over die kennis delen. Dus het gaat niet content marketing, dat is aan het technische. Maar wisdom sharing, dus de kennis delen. Dus dat heb ik veranderd. En ook matchmaking tool. Vroeger stond er een lead magnet. Ja. Maar dat is meer technischer, platte marketing, meer rationeel platte marketing. Terwijl dit gaat iets dieper. Dus dat zijn zo de laatste... In de laatste versie, dat zijn zo de tweaks. Belangrijkste tweaks geweest. Wat er in de toekomst kan veranderen. In de Compose and Appealing Wisdom Sharing Plan gaat het over meestal op LinkedIn iets posten. Stel dat LinkedIn verdwijnt. Ja, nee. Maar bijvoorbeeld, hij spreekt continu over client, spreekt niet over customer, spreekt over prospect. We spraken daarnet over, become a partner in plaats van een client en supplier. Is dat dan, misschien zouden dat woorden kunnen zijn dat je misschien op termijn ook meer soulish gaat aanpassen? Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat zal ik zien wat er komt. Dat is wel mooi, hè? Appealing Wisdom Sharing Plan. Dat klinkt echt veel beter dan een marketing content plan, hè? Iets wat mij veel minder aanspreekt, maar dat vind ik echt mooi gezegd. Een Wisdom Sharing Plan, krijg je er een hoesting voor. Terwijl een marketing content plan, moet ik nu met alle respect voor elke marketeer. Een matchmaking tool ook in plaats van een lead magnet. Ja, lead magnet is... Dat is zo weer typisch funnel. Ja. En moet in de funnel raken, en moet door de funnel, moet ook conversie. Ja. Ja, dat is attractive matchmaking tool. Klinkt zo, mooi. Over funnels, als we daar nog tijd hebben, iets kort over funnels. Ja. Ik denk, alleen,
Ik heb er lang naar gekeken, ik heb er ook dingen mee gedaan. Er zijn zo typische funnels, hè, zo voor trainingsbedrijven, hè, een gratis e-book, dan een gewoon boek, hè, 20 euro, dan iets online, 50 of 100 euro, en een workshop, 250 euro, en een trainingsdag of twee dagen, 1000 euro, en dan 5000 euro voor een programma of zo. En wat is het idee erachter? Van, ah ja, als iemand het heeft gedownload, dan koopt hij een klein bedrag en dan gaat hij verder. Hè. Dus als hij gaat de value ladder, hè, hoe wordt dat dan genoemd? Ja, de waarde ladder klimt er naar boven. Totaal mee gestopt. En een van de redenen is, ja? Wat ik er straks heb gezegd, dat spectrum van klanten. Uw topklanten, die zitten, allee, dat downloaden, als dat een goede ding, dan misschien nog wel. En dat boek, maar dan daarna zeggen ze, ja, pff, dat is niet ons ding. Dus je krijgt die niet naar uw laat zeggen, wat je als grootste product of dienst hebt. Daar krijgt die niet, want die gaan die ladder niet meer verder. Dus wat ik doe, ik draai het om. Je start met high value product, ja. En al de rest laat je vallen. En dan, want eigenlijk, ik doe zelf het enige. Je hebt geen funnels? Nee. Het enige wat je hebt, is dat iemand die een matchmaking tool subscribed, zoals de Kik, ja. Stuur zo hier en daar een keer een mailtje van, hey, ik kende die vrouw, hulp met dat of dat. Dat is het enige wat je doet eigenlijk. Hè? Ja. Dus dan, het is niet dan, dat je zo... webinars aan uitnodigen. Als ja, ik heb ook andere initiatieven, ja, dus uitnodigen. Maar het is niet dat je consistent die mensen door een funnel jaagt en dan zo... Een week later nog een mail, en dan nog een mail. Maar dat is zo de droom van iedereen. Hè. Ja, ze zitten met een funnel. Ik heb dat ook lange tijd gedrag trouwens. Ja. Omdat ik dat geloofde dat dat systeem voor alles en nog wat toepasbaar is. Maar het werkt niet. Er zit wel als iemand in die matchmaking tool heeft gedownload, hè, dus het e-book waar dat de hele Soul Business Roadmap zoals vandaag is uitgelegd, er zitten wel nog een aantal mails achter, automatisch, om met stukjes eruit. Van, heb je daar aan gedacht, of moet je dat doen? Er zit nog extra tools in. Voor self-assessments te doen en zo. Dus maar dat is dan, is dat dan, dat is dat dan na drie maanden of zo? Wekelijks doe ik dat. 7 weken. 7 weken. Ja. Dus iemand download je een matchmaking tool in e-book, dan krijg je 7 weken elke week een mail. Ja, en dan nog mee, ofwel nog van oké, daar moet je echt op letten, of dat is verkeerd, gaan bij die. Het is mini-funnel. Ja, maar funnel... Het enige wat er de funnel is, want... dat mensen een, wat ik noem, een discovery session kunnen aanvragen. En een discovery session is gratis. Ik doe die sessies. Ik doe het meeste in het bedrijf tot nu toe, maar ik ben niet de enige. Maar ik doe dat ook heel graag om met mensen even te zeggen, oké, waar zit dat nu? Heb je een model of niet? Hoe ziet dat eruit? Waar loopt het tegenaan? En hun tips te geven. En waarom doe ik dat? En waarom doe ik dat ook gratis? Ik vind dat plezant. Ik krijg er energie van. Dus dat is goed voor mij. Soms worden ze klanten, omdat ze zeggen, oké, goed, ik zie wat ik moet doen, maar ik kan het niet alleen, of wij kunnen het niet alleen, of we kunnen het veel sneller, hè, begeleiding. En we ook hebben gezien dat die zeggen, amai, ik heb er zoveel aan gehad, ik ken iemand die dringend met je moet spreken. Ja, ja. En op die manier creëer je de ambassadeurs. Hè. Dus dat is het enige dat we doen. En dan degene die dan zeggen, oké, we hebben interesse, dan gaan we dan kijken van een programma om dit helemaal te doen. En dat is eigenlijk... met de klanten wat wij doen. Hij doet alles. Hij doet al die stappen. Alle stappen. Maar wat we wel doen is eerst een assessment. Dat is ook gratis. Dat is via een document dat ze moeten invullen om te zien, zien waar dat ze zitten en welke stappen dat ze al goed doen en welke niet. Dus elke klant is bij ons ook anders. Sommigen moeten alle stappen door. De meeste moeten alle stappen wel door, maar bij laat ik de helft fine-tuning. Maar... En wat is de gemiddelde deal size bij jou binnen een klant dat je doet? Is dat 50k of hoe moet ik me dat bij voorstellen? Nee. Bij ons is dat redelijk eenvoudig tussen de 5 en de 25. Oké. En dan denk ik er vanaf voor hoe kleiner het bedrijf, hoe kleiner. Okay. Dus hoe groter het team, hoe meer dat mijn rol bijvoorbeeld is om de neus in dezelfde richting te krijgen. Dat is vaak het moeilijkste. Oké. Dat ik met hun, dat ze zeggen, laat zeggen, die massa-marketing mindset. Dat de ene mee is en de ander niet. En dat ik moet bemiddelen om ze in dezelfde richting te krijgen. En daar krop meer tijd. Wat doe je het liefst? De 5K-deals of de 25K-klanten? Dat maakt niet uit. Nee, dat is... Ik werk graag met mensen die gepassioneerd zijn. En die zeggen, oké, ik wil ervoor gaan. En ook de tijd erin willen stoppen. Want waarom is dat eigenlijk bij ons... Ten opzichte van andere bureaus is dat peanuts qua bedrag.
waarom is dat zo weinig? Omdat dat echt, echt de essentie eruit gepuurd. En wat onze rol is, is de begeleiding, dingen checken. Bijvoorbeeld als de matchmaking tool gemaakt is, kijken we die ook na. Maar de klant moet die wel maken. Wij gaan dat niet schrijven. Of we gaan het geen video maken. We kijken wel de structuur na, of we geven feedback. Dus we zijn heel... Allee, sparring partners. Ja, accountability partners. Accountability partners. En hoe lang duurt dan eigenlijk zo'n traject? Ongeveer 3 maanden, 4 maanden, 6 maanden? De snelste tot hiertoe is 8 weken. Ja. En de meeste 4, 5, 6 maanden. En dat is omdat... Het kan op 2 weken, als je alles on hold zit. Maar de meeste hebben een running business. Hè, dus het is erdoor een tijd vinden in onze agendas, zowel die van u als die van mij dan meestal, dat eigenlijk wat de doorlooptijd bepaalt. Ja, alright. En ook als er een urgentie is. Hè, dan, en is dat dan, kan mensen dat dan zien op de soulbusinessroadmap.com? Nee, soul-business.org. .org, ça va. Maar ik ga het ook in de link zetten. Jan, we gaan afsluiten. Ik vond het super fun. Ik vond het vrij tof. Ik weet niet hoe jij het ervaren eigenlijk hebt. Want dat was. Ik heb voor ons uit. Ik wil geen sales pitching toestand. ik ben daar allergisch aan. Hè? Maar ik wil wel dat je value levert. Dus. Hoe is het voor jou geweest? Of had je het gevoel van. Oei! Ik vond uw gitaar-analogie heel leuk. En dan denk ik. Ja, het is het ding, hè, van de gitaar spelen. Ja, sowieso, ja. Ja, en ik weet natuurlijk niet bij Drop Solid en in uw andere podcasts, want ik heb hem maar af en toe eens een beluisterd. Ik heb ze niet allemaal beluisterd. Confession. Ik denk dat iets is dat bij u past en dat je, als je het nog niet veel gebruikt, dat je hem meer moet gebruiken. Het is een allereerste keer. Ja. Ja. Het is omdat ik ken die wereld ook niet door en door. Hè. Ik ben inderdaad gewoon gewend om software te verkopen. Net dan door de PS Growback dan heb ik heel veel contact komen met coaches en zien hoe dat ze daar struggelen. En probeer ik dan bepaalde sales ding daar te helpen. En het is vooral meer die intentie zetten en detach from the outcome. Zo van die mindset gebaseerde toestanden die in eerste instantie wel helpen. En die... Er zijn wel een aantal dingen dat ik herken, maar er zijn ook heel veel dingen dat ik denk, dat zit zo. Dus ja. Ja, ik denk, je gitaar-analogie, je kunt overal toepassen. Maar je hebt er misschien nog niet genoeg bij stil. Niet genoeg. Jawel, ik kan er heel veel van vertellen. Natuurlijk, dat is... Ik heb toevallig 5 video's gemaakt daarover. Alleen ook de verkeerde micro aangezet. En dus met als een fulltime enkel zie... en dus moet ik ze opnieuw maken, maar ik heb hem er nog niet toe aangezet ze opnieuw te maken. Dus ik heb eigenlijk 5 dingen dat ik geleerd heb van de zomer door veel te gaan spelen in analogieën. Bijvoorbeeld, alles is energie. Mm-hmm. Alles is energie. Nou, ik ben heel benieuwd naar uw video's. Alles is energie. Ja. Dus je ziet, ik heb de Hense feesten zeer 100 keren Seven Nation Army gehoord en Living on the Prey van Bon Jovi. Maar het zijn wel de mensen door wie dat nummer gechanneld wordt en de energie dat ze meebrengen, die gaat bepalen of dat publiek gaat springen en connecteren met het publiek, ja of nee. Het is niet omdat je dat nummer speelt dat je automatisch een publiek in vuur en vlam zet. Ik blijf er nog altijd bij hoe frappant ik het vind dat Sky Full of Stars, dat bleef een knaller. Terwijl ik dat van Coldplay, maar ik trouw dat ik dat eigenlijk... Maar dat is een nummer die, ik weet het niet, qua energie, dat werkt. Intentie. Waarom doe je het? Dat is er ook mee verbonden. Uh-huh. Waarom doe je wat je doet? Als je dat doet voor jezelf, alleen voor je ego, te bevredigen, dan, en als er dan geen publiek is, of het regent... En ze applaudisseert niet. Uh-huh. Terwijl bij mij is dat zo van, ik kan niet zeggen dat ik het als een betaalde repetitie zie, maar komt er iemand en vindt iemand leuk, tof. En dat betekent ook dat je... Hoe moet ik het dan zeggen? Ik vind dat muziek spelen is ook... En dat is hetzelfde met succesvol zijn, zo genaamd, whatever dat wil betekenen, is dat je...
sommige op Instagram heb ik dat gaan posten, op Facebook ook, is dat, ja, er stond dan video's op van, de Gentse feest nu nog een keer opnieuw. Ja, je ziet dus letterlijk, ik weet niet, 100, 200, 400, 500, 600 man, ik weet het niet, vrouwen, compleet uit hun dak gaan, die het geluid van de band overstemt met bepaalde nummers dat ze mee zingen. Ja, ik hoef niet onder stoelen of banken te steken, maar als je je ego niet onder controle hebt, dan denk je echt wel dat je letterlijk dat de zon door je gat schijnt. En terwijl ik heb zoiets van, ja, dat is tof. En ik doe mee met dat. Ik laat mijn ego dat spelen, dus ik laat de show doen. Maar als dat optreden gedaan is, dan krup ik in een kabinet, ga ik aan slapen. En terwijl vroeger kon ik dat zo weken in die ego, terwijl nu is dat zo, ja. Dus mensen, ja, dat moet nog een beetje een kick geven, zo, ja, ja. Terwijl dat heel interessant is om je ego daar... Maar je ego is een raar ding, hè. Dat is zo'n... Die coping mechanisme. Ik gebruik dat woord niet. Ja, is dat? Ja. Om dat voor mij... Ja, sorry, doe maar weer. Ja, en omdat je het een bepaalde zielsmissie, het dat je een ego... En dat kan erin passen, hè. Van het moment dat je ziel je ego verwelkomt, ja, te bijdraait, dan ga je een ego-aligned action ondernemen, zou ik maar zeggen. Zie je? Terwijl ervoor, als je in een bepaalde angst leeft, en niet in surrender en overgave leeft, ja, dan zie je ego allerlei copingmechanismes en angstmechanismen. Ja, het is overleven dat doet. En ik vind dat een heel gevaarlijk beestje, omdat dat zeker wat applaus betreft, ja, je hebt nooit genoeg. Uh-huh. En je wilt altijd meer applaus hebben. En dan een andere les is van, iedereen heeft een mening. Dat is ongelooflijk hoe high profile je zo'n optreden speelt. Dat is ongelooflijk wat je krijgt van meningen als kritiek. Ja, die zanger vindt niet goed, of het is vals zong, of het is die zangeressen zijn te dit of dat, of het genre is dat niet. Ja, dan denk ik van, ja, dat is hier geen luisterplein. Dat zijn covers die gespeeld worden, die mensen aanzetten om te dansen. Dat is hier geen luisterlied. En ja, dat is het. Dus dat niet past in jouw frame, dat kan best zijn, maar dat is heel het concept. Dus en ik vind dat echt frappant dat iedereen dan op een keer, zoals heel lang geleden, dat er toen zo van die restaurantprogramma's waren, dat op een keer iedereen wist dat je de perfecte stick en dat die signaal is en welke temperatuur en al, dat dan op een keer iedereen zo de beste strategie, want je hebt heel veel verschillende strategieën vandaag de dag met technologie. Het bands die niks analoog meer hebben, dus alles is een computer, maar het alles. Je hebt dan bands die dan volledig analoog zijn, en je hebt dan bands die dan met ik weet niet veel dingen laten meespelen, en ja, ik vind dat echt grappig hoe dat dan meningen kunnen verdeeld zijn. En dat is oké, hè. Ik bedoel... Dus, en ook hoe dat dan je ook als groep... Wat dan bijvoorbeeld ook een andere analogie is ook bijvoorbeeld van... Ja, totaal is meer dan de som van de onderliggende delen. Dus het Stephen Covey-verhaal van Flow of Co-Creation, zoals hij dat heet. Ja, met een band kan je dat echt wel ervaren. Maar dat is hetzelfde met een team, hè. Maar als je niet aligned zit qua ambitie en wat je wilt doen als purpose... Ja, dat is wel... En nog een andere les ook, en dat vind ik wel, ik kan dat dan met een andere muzikant ook over onlangs. Ik vind dat een heel interessant, en dat geldt ook voor het bedrijfsleven. En dat is iets waar heel weinig muzikanten of bands mee bezig zijn, maar ook weinig in het bedrijf. Is dat... stel je nu voor dat je een band hebt die op 80% staat van wat je vindt als een goed zijn. Hè? Dus er is 20% dat je zegt van ja, het wordt nog fouten gespeeld, of ja... Dat kan altijd beter. In bedrijven heb je dat ook. Dus als jij verlangt dat een team of mensen, dat je vindt, die staat op 80%, en je denkt, ja, die doen niet exact hetzelfde zoals de kick, wel, dan kan ik je verzekeren dat je als... Je moet die persoon challengen om beter te worden, of ze moeten zichzelf challengen, afhankelijk hoe ambitieus dat ze zijn. Maar als je die kapot gaat managen om tot dan die 85 of 90% te komen... Waarbij dat ze alle zin en hoesting en passie verloren hebben, dan heb je echt een verschrikkelijk slechte job gedaan. En soms is het beter te accepteren dat ze 80% staan, dat ze er de time of their life hebben en kunnen connecteren vanuit passie, dan ze op 90% staan, maar waar je zodanig veel effort moet insteken hebben, dat ze afgehaakt zijn. Mm-hmm. En dan gaan ze niet meer kunnen connecteren met je klanten, in een band gaan ze niet meer hoesting hebben om te spelen. Mm-hmm. Ja.
En dan zijn je met The Way Down. En dat is... Ik ken dat met een aantal muzikanten. Ik kan daar nu langs over met een muzikant. En die had dat ook door. Terwijl de meesten zijn bezig voor... We zijn op 80, we moeten op 90. Ik ook hier vroeger. We zijn op 80, we moeten op 90. Terwijl nu is dat zo van... Ja, het is 80 en... Ja, bon. Ik kan voor mezelf zorgen dat ik op 90 kom. Whatever dat wil betekenen. Mm-hmm. Maar die andere, daar hoor ik me niet meer mee bezig. Dan heb ik zoiets van... Het is eigenlijk dat ik echt hoor... Maar dat is nu echt zwaar ernaast. Maar dat is iets wat ik in de wereld, muziekwereld dat ik zit... Dat is zoiets dat zweeft tussen... Ja, dat zijn mensen die een pro-attitude hebben... Maar die er niet 100% in van te leven. Mm-hmm. Snap je? Maar die hebben wel zoiets van... En die wereld is redelijk klein, hoor. Het zo de pro's die alleen maar leven... En het dan de grote groep beginners... En dan heb je zo de groep waar ik in zit, zo dat ik bijvoorbeeld in het Gentse en in Brussel, iedereen kent elkaar. Iedereen kent elkaar en zit met elkaar op Facebook. Ze kennen elkaar allemaal. Dus het had dan ook een bepaalde naam, omdat je ook al jaren mee had. En ja, daar... Allee, daar... bedoel, daar neemt... Dat zijn muzikanten die zichzelf... Allee, niet serieus nemen, maar wel hun craft. Ik ook, hè. Ik bedoel, dat moet goed zijn, dat moet in orde zijn. En, allee, bedoel, dat is pro. Alleen is dat niet... Ja... Dat je zo 4-5 keer in de week weg bent en al. Allee, omdat je, dat je niet moet... En dat wil ik ook niet mee doen. Dat is een andere les dat ik geleerd heb. Vroeger dacht ik van, ik wil overal gaan spelen, omdat ik nu graag muziek speel. Maar ik heb wel geleerd voor in de omgeving te spelen. Dat klikt met mijn values. Ja. En dat ik er zelf positieve energie van krijg. Dus, en dat past ook trouwens bij mijn human design. Ik bedoel, ja, ik ben geschoold in heel veel stijl. Maar ik zit nu eenmaal in die soul, pop, rock. Funk, en dat is al redelijk rekbaar, hè. Ik bedoel, als ik Selassou speel of Natalia, er zitten er ook jazzakkoorden in. Dus daar doe ik het mee. Maar het beeld dat ik had van mezelf, van ja, op mijn 40 sta ik in een jazzclub, smoky jazzclub, hè, zit een jazzakkoord, komt en zo zitten soleren. Nee, dat gaat gebeuren met mij. Dat is daar dat ik goed in ben, dat is daar wat ik aan voor ga, en... Ja, en alle initiatieven dat ik daar rond geprobeerd heb. Dus je moet een vis niet proberen een vogel te laten zijn. Hmm. En dat is iets dat oké is voor mij. Dus dat is, ja, weten van... Ja, wat zijn je goed in? Waar ga je aan van? En embrace it, own it. En ja, dat is... ja, en ook voor mij is dat... Ja, moet ik het dan zeggen? Soms ligt ook een diamant in het volledig off-track gaan. Ik werk zo met iemand samen, de zanger, en ik weet gewoon dat als ik met hem begin te spelen, dat de helft ervan is geïmproviseerd. En I like it. Omdat dat ook voor het publiek... En durven openstaan voor haar, denk ik, aan een vrijdag een optreden gedaan, een heel lekker beest van Isabelle A. Heeft heel dat publiek plat gespeeld. Ja, en dat is zo'n nummer dat je denkt, dat gaat niet lukken. En toch, ja... Dat durven dat onbekend opzoeken en durven die grens voor jezelf te verleggen. Maar je moet dat durven voor jezelf. Mm-hmm. Je moet dat durven. Ja, en weer die belemmerende overtuiging. Dat is hetzelfde, dat is een belemmerende overtuiging. Want continu kom je zelf tegen. Oei, ik heb een fout gemaakt. Had iedereen dat gehoord? En dan heb ik geleerd om mijn attitude, die noot herhalen, en die noot herhalen, alsof dat klinkt dat... Juist, is dat de bedoeling is. En dat is exact hetzelfde. Dus al die dingen wat je nu verteld hebt, dat komt continu in muzikanten, is dat ook hetzelfde. Alleen, is ja, de context is anders, maar voor mij komt dat op hetzelfde. Hoe dat je teams bouwt, die purpose, die visie, die missie. Het verkopen, het aantrekken van nieuwe optredens. Dat is exact hetzelfde. Dat is identiek hetzelfde. Ja, en bij ons is het letterlijk, als je het gevoeld hebt, ben je van... Maar je krijgt dat niet verkocht in een e-book of op een website of op een foto. Het is me dat je al zo'n druk leven hebt. Anders, ik hoor hier een nieuw product, een nieuw bedrijf in zitten, wat je er allemaal mee kunt doen. Nee, dat is niet. Nee. Ja, en het andere is ook, dat is dan mijn ding, wat ik ook met muziek heb. Ik kan mezelf niet bevredigen met één soort band. Dus ik ken een akoestische band, ik ken een band waar ik die partycovers mee speel. Ik ga gaan vervangen voor een Nederlandstalige rockband. Ik ga gaan vervangen voor een belpopband ook. Ik heb dan ook met zangeres nog alleen gespeeld.
maar ik kan mijn creatief ei niet in één ding terecht. Mm. Dat is ook ik heel hard gefrustreerd eraan. Net alsof dat ik alleen maar erop solid zou doen. Net alsof dat ik alleen maar podcasting zou doen. Of. Dus dat is van, dat ook die analogie geldt daar ook. Dus dat is continu... Ja, ik vind het leuk, zelf, om, vind leuk om dingen met andere mensen te doen. Maar ik vind het ook leuk om een keer iets helemaal alleen te doen. Hey, ook heb zo'n tijdje video's alleen gemaakt met solos. Ik heb die echt voor mezelf gemaakt. Maar je leert verdomme wel... spelen, want je moet op de klik spelen en als je live speelt, het is voorbij, is voorbij. Maar dat kan je over en over en over en over again. En elk detail hoor je. Hoe ik die noot neergelegd, heb ik die noot vals gespeeld, heb ik te veel noten gespeeld, wat is de intentie die erachter zit, dat hoor ik direct. Een ander hoort dat niet. Maar ik hoor dat direct, dus van ja, maar dat was eigenlijk dat, en dat was eigenlijk dat, of dat was onzeker. Ja, en accepteren dat the journey is the destination. Is het dan straal? Mag ik afronden? Jan, heel erg bedankt. Ja, heel veel plezier. Fijn gesprek. Ja, en tot binnenkort. En ik hoop dat heel veel mensen hier heel veel inspiratie uithaald hebben om er iets mee te doen. En voor de rest zullen degenen die echt geïnteresseerd zijn, dat we wel vinden naar Jan Vermeijeren. Yes. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com/podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.